open deze openbare commissievergadering van vandaag vrijdag 26 mei 2012, welke is uitgeschreven voor 11:30. Ik moet zeggen dat we rond die tijd al zo goed als klaar waren om te beginnen, maar zoals dat soms kan gebeuren ook een beetje verwikkeld waren door een storing op de internetlijn van ons en ook wat elektriciteitsschommelingen, maar we zijn er gelukkig goed door. Dus ik heet u allen van harte welkom nu op dit moment bij de aanvang van deze vergadering. In het bijzonder de minister van Arbeid, minister Mustaja, en de deskundigen van het ministerie, voorzitter en leden van de commissie van rapporteurs. Ik stel aan de orde, agenda punt 2, bespreking van de ontwerpwethoudende bepalingen met betrekking tot de arbeidsbemiddeling, de arbeidsbemiddelingswet 2016. Commissie van rapporteurs, de leden A. Misikaba, voorzitter, de leden Matura, Sang, Forsweek, Afonswa, Kartabink en Sapoen. De commissie is vanuit DNA ondersteund door de deskundigen mevrouw Blokland, mevrouw Keyansi en mevrouw Seung, waarvan de eerst en de laatst genoemde links en rechts van mij zitten. Deze ontwerpwet heeft ten doel regels vast te stellen met betrekking tot de arbeidsbemiddeling, waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan de internationale standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie. De commissie is enige tijd aan het werk geweest, heeft wat voorwerk gedaan en hetgeen ons heeft gebracht op dit punt, mag ik aan het woord geven aan de voorzitter van de commissie van rapporteurs, het lid André Misikaba. Tegelijk moet ik inderdaad meedelen dat de commissie wel voltallig is, maar wij vanwege ziekte is dat helaas een afmelding hebben van het lid Forstweek. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, lid Misikaba. Voorzitter, ik dank u voor de gelegenheid die u mij geeft om hier het woord te voeren. En ik zeg goedemiddag aan de minister van Arbeid en zijn staf. En uiteraard de mensen die ons volgen via verschillende media. We zijn thans in openbare commissievergadering ter behandeling van de wethoudende bepalingen met betrekking tot de arbeidsbemiddeling, arbeidsbemiddelingswet 2017. Laat mij starten om de minister van Arbeid, de heer Suharto Mustaja en zijn zeer trouwe en deskundige staf te complimenteren voor de voortvarendheid die zij aan de dag leggen om onze arbeidswetgeving te moderniseren. Deze wet is de zesde die wij vanaf 2015 onder de loep nemen. Eerder heeft uw geacht college de volgende wetten behandeld en goedgekeurd: wet op vakverenigingen, wet arbeidsadviescollege, wet arbeidsinspectie, wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs en de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Voorzitter, de arbeidsmarkt is niet statisch, maar integendeel heel dynamisch. Het is daarom een gebiedende eis dat er continu wordt ingespeeld op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Deze minister heeft dit heel goed begrepen. In de memory van toezicht op de wet wordt op pagina 1, alinea 3 het volgende gesteld. Ik citeer: met deze wet wordt de wettelijke basis van arbeidsbemiddeling fundamenteel hervormd, met een nadruk op meer gecontroleerde vrijheid voor arbeidsbemiddelende organisaties, gedragscodes voor bemiddelaars en werkgevers en rechten van werkzoekenden. De wettelijke hervorming werd noodzakelijk vanwege hiaten die blootgelegd werden bij overwegingen tot het treffen van maatregelen ter implementatie van de op 12 april 2006 geratificeerde conventie
betreffende de private bureaus voor arbeidsbemiddeling nummer 181 en de daaraan gerelateerde gelijknamige aanbeveling nummer 188 van de Internationale Arbeidsorganisatie, meer bekend als ILO. Einde citaat. Was het zo dat arbeidsbemiddeling met winstoogmerk, dus particuliere arbeidsbemiddeling, totaal verboden was en internationaal ook geregeld was door ILO, thans zijn er gewijzigde inzichten. De vorengenoemde conventie heeft regulering als uitgangspunt, zogeheten gecontroleerde vrijheid. De aard van de activiteit van arbeidsbemiddeling bezien tegen de achtergrond van toenemende werkloosheid onder jongeren en andere kwetsbare groepen maakt het noodzakelijk dat partijen die met arbeidsbemiddeling te maken hebben aan minimale, en de nadruk is op minimale, restricties gebonden worden. Dit wordt bevestigd door wat ik op pagina 2 van de memorie van toelichting lees. Daar staat: arbeidsbemiddeling beoogt vraag en aanbod van arbeidskrachten met elkaar in contact te brengen. Arbeidsbemiddeling heeft de bedoeling om werkloosheid die het gevolg is van onbekendheid met open plaatsen, vacatures, tot een minimum terug te brengen. Tot zover een gedeelte uit de memorie van toelichting. Voorzitter, laat mij even stilstaan bij deze statement, omdat het de vraag is of het ministerie van Arbeid uit ervaring kan zeggen dat er nogal wat arbeidsplaatsen op de markt zijn, maar dat die door onbekendheid niet worden ingevuld. Zijn er statistieken van het aantal vacatures die bij het ministerie worden geregistreerd en voor lange tijd open blijven? Zo ja, welke banen zijn dat? Wat is de reden waarom ze niet worden ingevuld? We weten dat de meeste werkzoekenden een baan bij de overheid willen. De reden die wordt aangegeven is baanzekerheid en andere sociale zekerheden. De drie sociale wetten die gemaakt zijn als onderdeel van onze sociale zekerheidsstelsel zouden in dit kader meer zekerheid moeten bieden in de particuliere sector. Ik praat over de wet op de basiszorg, de minimumuurloonwet en de Algemeen Pensioenwet. Hoe verhouden deze wetten zich tot vorengenoemd probleem? Bij de bestudering van deze wet was de eerste vraag die opkwam: wat is het verschil tussen deze wet, de wet op arbeidsbemiddeling, en de wet ter beschikking stellen van arbeidskrachten door intermediairs? Het lijkt erop dat de twee wetten hetzelfde regelen. Niets is minder waar. Bij de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs is er een driehoeksverhouding tussen de uitzendkracht, het uitzendbureau en het bedrijf waar de uitzendkracht te werk wordt gesteld. Hierbij is er sprake van twee overeenkomsten. 1. Een overeenkomst tussen het uitzendbureau en het inlenend bedrijf. En 2. Een overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau. Want we hebben gezegd dat de uitzendkracht in dienst komt van het uitzendbureau. De uitzendkracht heeft geen overeenkomst met het inlenend bedrijf. Bij deze wet, de wet op arbeidsbemiddeling, is het bemiddelingsbureau slechts een bemiddelaar. Het bemiddelingsbureau brengt de werkzoekende in contact met een werkgever. De bemiddelaar gaat uit beeld zodra dit contact tot stand is gebracht. De bemiddelaar heeft geen overeenkomst met de werkzoekende en ook niet met de werkgever die werknemers zoekt. Er komt uiteindelijk een overeenkomst tussen de werkzoekende en werkgever en dit zonder verder bemoeienis van de bemiddelaar. Volgens artikel 23 lid 2 moet de werkgever degene die bemiddeld heeft binnen 2 werkdagen na aanvang van de dienstbetrekking een schriftelijke en door partijen ondertekende overeenkomst verstrekken, inhoudende tenminste de persoonlijke gegevens en de relevante arbeidsvoorwaarden. Stel dat de bemiddelaar die na het contact
geen verdere rol heeft, ontdekt dat de overeenkomst heel nadelig uitpakt voor de werkzoekende. Wat dan? In de memorie van toelichting staat dat de bemiddelaar onpartijdig is en geen waardeoordeel mag geven over de arbeidsvoorwaarden. Maar voorzitter, hoe dan ook, het is de bemiddelaar die heeft gezorgd en de werkzoekende geïnteresseerd heeft om met die bepaalde werkgever in zee te gaan. De kwetsbaarheid van werkzoekenden is bekend. De kern van de wet intermediairs heeft te maken met de bescherming van werkzoekenden. Nu lijkt het erop alsof we ze weer aan hun lot overlaten. Kan de minister zijn visie hierop geven? Zoals eerder gesteld, heeft deze wet het verbod op arbeidsbemiddeling door particulieren. Zoals eerder gesteld, heft deze wet het verbod op arbeidsbemiddeling door particulieren op. Dit wil zeggen dat arbeidsbemiddeling door particulieren nu wettelijk is toegestaan en dus niet langer illegaal is, althans als deze wet is goedgekeurd. Er is wel gekozen om deze sector vergunningsplichtig te maken, zie artikel 5. In eerste instantie had ik zoiets van, we willen juist zoveel mogelijk af van vergunningen en andere zaken die ondernemen in de weg staan. Bij nader inzien ben ik het eens geworden met de regering om de regulering middels een vergunningsplicht ter hand te nemen. Terecht stelt de regering in de memorie van toelichting pagina 3 dat gelet op verhoogde grensoverschrijdend mobiliteit van werkzoekenden en werkers, de zogenaamde migrant workers, de wet van groot belang is. Migrant workers zijn kwetsbaar en gevoelig voor uitbuiting door arbeidsbemiddelingsbureaus en andere tussenpersonen. Een goed overzicht van deze bureaus is daarom zeer noodzakelijk. De vergunningsplichtigheid maakt het mogelijk voor het ministerie van Arbeid om de nodige toezicht en controle uit te oefenen op de sector. Ik sta dus 100% achter de vergunningsplicht. Voorzitter, na dit inleidend deel wil ik nu nader kijken naar enkele artikelen van de wet. Ten eerste stel ik voor om bij de overweging ook op te nemen dat modernisering van de arbeidsbemiddelingswet van 1965 mede als motivering heeft gegolden voor het maken van deze wet en niet slechts de uitvoering van ILO-conventie een rol heeft gespeeld. Ik verwijs hierbij naar de eerste zin waarmee de memorie van toelichting start. In artikel 1 onder A, de laatste zin, stel ik voor dat waar staat waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar daarbij te voegen, dus ambtenaar of landsdienaar. Omdat ik denk dat ambtenaar niet het heel veld dekt, maar ik hoor van de regering. Dus het voorstel is dat het woord landsdienaar wordt toegevoegd. En dan verder, voorzitter, vraag ik als er opnieuw gekeken kan worden naar de formulering van artikel 3. Als u kijkt naar de memorie van toelichting op artikel 3, dan begrijp ik wel wat daar wordt geregeld. Alleen, ik kom niet uit de formulering. Want, laat een voorbeeld geven, want dat artikel gaat erom dat als er extra kosten worden gemaakt, dat verhaald moet kunnen worden op de partij die heeft gemaakt dat die extra kosten zijn gemaakt. Voorbeeld, als de bode van het bemiddelingsbureau wordt gevraagd om extra uit te rijden, om een extra brief te brengen of een extra document te brengen voor de werkzoekende, namens de werkzoekende, naar de werkgever, dan kan ik me zo voorstellen dat het bemiddelingsbureau deze kosten verhaalt op de werkzoekende, omdat het ten behoeve van de werkzoekende is gemaakt. Dus het is vrij duidelijk wat wordt geregeld, alleen de formulering van dat artikel is niet duidelijk. Ja, let me zeggen even tussenin. U citeert uit de wet. De
conceptwet dan de ingediende wet. Wat zei u? U citeert uit de ingediende wet. Ik denk, voorzitter, commissie meenerzijds, laat mij van de gelegenheid gebruik maken, voorzitter, om u te vragen, omdat wij een amendement hebben voorbereid en die ook hebben ingediend. En de commissie vraagt als we dat amendement kunnen goedkeuren, zodat wij dan over dat document praten met elkaar. Goed, dus daar stuur ik op aan. Inderdaad, beste mensen, is dat zo, minister en deskundige, dat de commissie een amendement heeft ingediend, welke dus breedvoerig met elkaar is besproken. En intussen is de commissievoorzitter dan bezig met de behandeling en hij vraagt alvorens hij inderdaad doorgaat om voor de formaliteit dat in stemming te brengen, zodat we daarover eens zijn en dat als document, werkdocument, conceptwet kunnen gebruiken voor de verdere behandeling. U hebt het allemaal gezien, het is ook nog in IBM. Zijn er mensen die niet meegaan, die bezwaar hebben? Niet, dus ik kan aannemen dat iedereen daar akkoord mee is. Ja? Dan nemen we dan het amendement als zodanig aan en maken dat de onderwerp van deze behandeling. Dat betekent dat wij werken vanuit dit werkdocument. Akkoord, dan kunt u doorgaan. Dank u wel, voorzitter. Artikel 3 handelt over de dienst der arbeidsbemiddeling. Ik zei daarnet in zijn algemeenheid een bemiddelingsbureau, maar bij dit artikel gaat het specifiek over de dienst der arbeidsbemiddeling. Maar het gaat erom dat wanneer extra kosten worden gemaakt ten behoeve van de werkzoekende, dan wel de werkgever, dat die kosten verhaald moeten kunnen worden door in dit geval dienst der arbeidsbemiddeling op degene die heeft gemaakt dat de extra kosten zijn gemaakt. En nogmaals, kijkend naar de memorie van toelichting, dan begrijpen we wat men regelt, maar de manier hoe dat artikel hier is geschreven vind ik onduidelijk en ik vraag dat er opnieuw naar wordt gekeken. Ik stel voor om voor een betere overzichtelijkheid drie leden te maken van artikel 4 in plaats van twee leden. In dit voorstel zal het artikel als volgt luiden. Particuliere arbeidsbemiddeling wordt onderscheiden in A. Particuliere arbeidsbemiddeling uitgeoefend met winstoogmerk. B. Particuliere arbeidsbemiddeling uitgeoefend zonder winstoogmerk, doch tegen vergoeding van kosten. En C. Particuliere arbeidsbemiddeling uitgeoefend zonder vergoeding van kosten, in welke vorm en onder welke benaming dan ook. In dit voorstel komt er een vernummering waarbij B C wordt. Dit zal uiteraard doorwerken naar andere artikelen. Zo zal artikel 5 lid 1 worden. Het is verboden particuliere arbeidsbemiddeling zoals genoemd in artikel 4 sub A en B in plaats van sub A. Ja? Sub A en B van de wet uit te oefenen zonder vergunning van de directeur. Artikel 6 lid 1 zal dan luiden, degene die particuliere arbeidsbemiddeling als bedoeld in artikel 4 en dan wordt het sub C in plaats van sub B. Ja? Ja, dat is duidelijk. Oké. Ik vraag mij af, voorzitter, als artikel 9 de leden 2 en 5 gelet op de bijzondere bevoegdheid die gegeven wordt aan de directeur, geen willekeur in de hand zal werken. De andere leden van de commissie zullen dieper hierop ingaan, voorzitter. Maar voor nu alvast die vraag. En dan spring ik naar artikel 17. En dat komt als volgt te luiden, voorzitter. De dienst der arbeidsbemiddeling en de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling genoemd in artikel 4. En dan moet het worden sub A en B.
in plaats van sub-A alleen. En ik vraag, voorzitter, via u aan de minister om opnieuw te kijken naar de formulering van lid 3. Omdat ik niet eruit kom. In de memory van toelichting is wel duidelijk wat met het artikel wordt bedoeld. Artikel 17 lid 3. Ja, in de memory van toelichting is het wel duidelijk wat met het artikel wordt bedoeld. Maar de omschrijving van het artikel zelf is onduidelijk. Ik vraag dat de regering weer daar naar kijkt. Ik heb het een aantal keren over gelezen, maar het is moeilijk om eruit te komen. Indien de minister meegaat met de wijziging van artikel 4, waarbij wij in plaats van 2 leden 3 leden krijgen, dan vraag ik dat ook de memorie van toelichting als zodanig wordt gewijzigd. Voorzitter, voor dit moment laat ik het hierbij. Goed, wij danken u voor uw bijdrage in eerste ronde. Lid Misikaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs. Voor de volledigheid en voor de juistheid van onze procedure heb ik wel voorgelegd aan de commissie de goedkeuring van het amendement. Maar voor de volledigheid moet ik ook kijken naar de minister. Om natuurlijk ook zijn goedkeuring te dragen dat hij geen bezwaren heeft met het amendement zoals het is ingediend. Akkoord? Dus dan kunnen we inderdaad voor de volledigheid daar mee verder gaan. Het amendement zoals ingediend door de commissie. En heel specifiek de leden Misikaba, Matura, Kartabink, Sang en Sapoen. Goed, met de bijdrage van het lid Misikaba, voorzitter van de commissie, zijn we op het punt voor de volgende spreker, het volgende lid uit de commissie, lid Matura. Mag lid Matura het woord vanuit het spreekgestoel? Ja. Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant een goede middag inmiddels. Laat me dit zeggen, we hebben onder de hamer de wet arbeidsbemiddeling. En ook ik ben regering erkentelijk dat in tijden van crisis, in tijden waar grote werkloosheid is, waar schaarste is aan werkaanbod, dat wetgeving gemaakt wordt om arbeidsbemiddeling te reguleren. En dat staat ook in de memorie van toelichting als zodanig verwoord. Wetgeving waarbij arbeidsbemiddelingsbureaus worden geïntroduceerd en gereguleerd, worden geschapen in tijden van omvangrijke werkloosheid en grote schommelingen op de arbeidsmarkt. En de crisis brengt inderdaad schommelingen op de arbeidsmarkt. En ik denk dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is of een verantwoordelijkheid is om vraag en aanbod van werkgelegenheid, vraag naar werk en aanbod van werk bij elkaar te brengen. Met het doel tot stand brengen van een match, een product. En dat doen we met verschillende doelen. Eén is dat private ondernemingen de gelegenheid krijgen om te ondernemen en daardoor een bijdrage te leveren aan ontwikkelingsvraagstukken, aan vraagstukken van bijdrage aan werkgelegenheid. Het tweede is dat zij daardoor ervaring opdoen, ervaring ontwikkelen, inzicht krijgen en kostenverlagend werken voor bedrijven. Die zeker in crisisperiodes het ontzettend moeilijk hebben en dat ze moeten kijken naar efficiëntie binnen hun bedrijf. Maar een tweede belangrijke doel van arbeidsbemiddeling is de taak van de overheid om te blijven controleren en werkzoekenden te beschermen.
tegen uitbuiting, tegen onder dwang werken, etc. Zaken die we kennen, mensenhandel, die verboden zijn ook. En daar heeft dus de overheid een bijzondere taak. Ook de privacy van werknemers te beschermen. Dus de controlerende taak van de overheid blijft overeind. De beschermende taak van de overheid blijft overeind staan. Maar dit gezegd hebbende brengt het me tot twee thema's. Omdat in de wetgeving die aan ons is aangeboden door de regering, twee aspecten namelijk aan de orde komen. Eén is particuliere bemiddeling. En bemiddeling door de overheid zelf. Bemiddeling door een afdeling van de staat, dus het ministerie van Arbeid. En die particuliere bemiddeling. Mijn vraag is dan, waarom de overheid daarvoor kiest? Zeker in een crisistijd waar de druk op de overheid heel belangrijk is. En dat de overheid zich zou moeten concentreren op haar kerntaken. Haar kerntaken die volgens internationale normen zich focussen meer op economische stabiliteit, infrastructuur, gezondheidszorg, veiligheid, etc. En dat je niet kerntaken zou moeten juist moeten afstoten en de particulieren in die samenleving ruimte geven om zich tot volle wasdom eigenlijk daarmee bezig te houden. En dat de overheid zich richt op die controlerende taak. Immers, die samenleving is gebaat bij een slanke overheidsorganisatie. Dus graag de visie van de minister hierover. Waarom het ministerie kiest voor zelf bemiddelen. Een tweede centrale thema die bij de behandeling of bestudering van dit onderwerp aan de orde kwam bij mij is cel met particuliere bemiddeling. En zeker als we kijken naar dus de digitale wereld, de kansen voor kansarmen kleiner worden op de arbeidsmarkt. En ik denk dat we als overheid een belangrijke rol en taak hebben om mensen gelijke kansen te geven. Niet gelijke, maar kansen te bieden voor mensen. En steeds zie je in de samenleving, en zeker bij de overheid, een tendens ontstaan waarbij vacatures niet gesteld worden, geen open sollicitaties zijn, dat het bijna al verdwenen is bij de overheid, waardoor mensen genoodzaakt worden om zogenaamde kruiwagens te zoeken en politieke kruiwagens te zoeken om aan een baan te komen. Waar je ziet dat toetsing en werving op basis van competenties niet meer plaatsvinden en dat mensen niet een gelijkwaardige kans krijgen om functies te bemensen, zowel binnen de overheid, maar zelfs in parastatale bedrijven. En ik vind persoonlijk dat een zeer zorgelijke trend, dat niet nu, maar al enige tijd in die samenleving aan de orde is, dat vooral functionarissen, regeringsfunctionarissen, en dan heb ik het niet over deze of gene partij, maar het gebeurt al decennia lang, dat men instrument dat als instrument gebruikt om loyaliteit te kweken en dat loyaliteit in die samenleving op een gegeven moment hoger gewaardeerd wordt dan competenties, met als een belangrijke zwakpunt dat het hele overheidsapparaat zwakker wordt. Dus ik vraag even ik leg het voor aan de minister en ik vraag de visie van de minister hierover. In mijn perceptie en wat ik zou aanbevelen is dat mensen in die samenleving en vooral kansarmen in die samenleving die niet beschikken over digitale mogelijkheden in de gelegenheid gesteld worden om gewoon te solliciteren en dat ze geselecteerd worden. En ik hoop dus dat arbeidsbemiddeling die kansen niet ontneemt van die groep mensen. Ja? Voorzitter, en dat gezegd hebbende, denk ik dat het goed is om in dat kader te vragen, als we hebben over arbeidsbemiddeling, wat is de omvang van de bemiddelingsmarkt in Suriname? Hoeveel vacatures worden op jaarbasis ingevuld door tussenkomst van arbeidsbemiddeling? Hoeveel vacatures zijn er überhaupt? En is daar een registratie van het ministerie van Arbeid? In welke groepen is behoefte
En wat is het opleidingsniveau van werkzoekenden op dit moment? Met deze vragen kom ik eigenlijk op inhoudelijk de behandeling van de wet. En dan ga ik proberen dus artikelsgewijs. En ik sta dus achter het amendement, maar dan nog blijkt bij de bestudering, nader bestudering van de wet, toch wel wat vraagpunten te zijn die ik toch aan de orde wil stellen. Omdat, denk ik, het belang is dat we allemaal goed geïnformeerd zijn en dat er geen vraagpunten overblijven. En dat wanneer we dingen goedkeuren, dat we er volledig ook achter staan. Ja, schat u dan. Ja, artikel 1, de definitie van arbeidsbemiddeling, blijkt dus dat door die bemiddeling een overeenkomst of volgens burgerlijk recht of aanstelling tot ambtenaar teweeg moet worden gebracht. Mijn vraag is, in gevallen waarbij dat niet gebeurt, een overeenkomst of een aanstelling als ambtenaar, zal er niet bemiddeld worden. Ik denk dan arbeid, bijvoorbeeld tijdelijk arbeid. Iemand heeft een ober nodig voor 3 uurtjes, 4 uurtjes. Geen aanstelling, zal er in die gevallen niet bemiddeld worden. Iemand heeft een oppas nodig, zal in die gevallen niet bemiddeld kunnen worden. Gaan we dat niet meenemen? Is dat echt expliciet uitgesloten? Dus graag mijn vraag. Het tweede is de dienst der arbeidsbemiddeling, omdat zij daadwerkelijk gaan bemiddelen. Graag vraag ik, hoe groot is deze dienst? Hoe is de bemensing qua kwaliteit en kwantiteit van de dienst arbeidsbemiddeling? En dan kom ik op artikel. Dat is artikel 2, want daar staat met de openbare arbeidsbemiddeling is belast de dienst der arbeidsbemiddeling. En ik denk dat we toch moeten weten de kwaliteit en de kwantiteit van die afdeling. Kom ik op artikel 3. De dienst der arbeidsbemiddeling doet het kosteloos, maar mag slechts vergoeding vorderen op verzoek van de werkgever of de werkzoekende op basis van gemaakte extra kosten. Graag mijn vraag, waaruit kunnen deze extra kosten bestaan? Wie is bevoegd deze extra kosten vast te stellen? Op grond waarvan wordt het vastgesteld? Wat zijn de kostenaspecten van die vergoeding? Hoe wordt gehandeld als er een conflict ontstaat over de kosten en de betaler, de persoon die het moet betalen? Artikel 4. Uit artikel 4 lees ik dat er 2 soorten bemiddeling is. Particuliere bemiddeling hoor. Particuliere bemiddeling. Of 3 soorten is er eigenlijk los van dus de overheidsbemiddeling. En daarnaast wat de particuliere bemiddeling betreft, 2 soorten particuliere bemiddeling. 1 is met winstoogmerk. Of zonder winstoogmerk tegen vergoeding van de kosten. En het tweede is zonder vergoeding van kosten. En in welke vorm dan ook. En mijn vraag is, wanneer het gaat om particuliere arbeidsbemiddeling zonder vergoeding van kosten, wat is de motivatie van particulieren dan om te bemiddelen? Omdat zelfs de kosten niet vergoed gaan worden. Wat voor soort bedrijven zijn dat die dan willen bemiddelen? Graag uitleg van de regering daarover. Artikel 5, 4 en 5. Artikel 5 zegt in een lid 4 dat de vergunning gebonden is aan een tijdsduur van 5 jaren. En lid 5 zegt dat
eigenlijk de vergunning ambtshalve kan worden verlengd. Hè? Of na het verstrijken van de termijn wordt het automatisch verlengd. Wat is de noodzaak om die vergunning te verbinden dan aan een termijn? Artikel 5 geeft ook verder aan dat de vergunning verbonden kan worden aan voorwaarden. En de directeur kan voorwaarden verbinden aan de vergunning. Maar in artikel, ergens verder, ik kom straks erop terug, kan de minister ook algemene voorwaarden geven. Wat is het verschil tussen de voorwaarden die door de directeur gesteld worden en de algemene voorwaarden die door de minister gesteld kunnen worden? Wat beoogt men met het stellen van voorwaarden aan de vergunning? Welke doelen worden concreet nagestreefd met het stellen van de voorwaarden? Artikel 6 zien we dat artikel 5 praat van vergunning door de directeur en artikel 6 praat van toestemming door de directeur. Wat is het verschil tussen vergunning en toestemming? En bij de toestemming kunnen er ook voorwaarden verbonden worden. Wat is het verschil tussen een vergunning van de directeur en een toestemming van de directeur, waarbij aan beide zaken voorwaarden verbonden kunnen worden? Zou de regering dat nader kunnen uitleggen? Artikel 7. Artikel 7, de heffing verbonden aan de aanvraag tot verlening of verlenging van een toestemming als bedoeld in artikel 5, wordt nader bij staatsbesluit geregeld. Dus een vergunning wordt verbonden aan een heffing en een toestemming van een directeur wordt dan, zoals ik het lees, niet verbonden aan een heffing. Nee? Dus graag, want hier staat expliciet artikel 5. Graag mijn verduidelijking op dit artikel. Als men praat over de heffing, over welke heffing praat men? Wat bedoelt men met die heffing precies? Is het een soort belasting of is het een vergoeding van de kosten die de overheid maakt? Op grond waarvan zal die heffing bepaald worden? En de heffing kan bij staatsbesluit worden gewijzigd. Onder welke omstandigheden kan men die heffing wijzigen? Artikel 8. De directeur bepaalt bij beschikking welke bescheiden overleg moeten worden bij de aanvraag tot verkrijging of verlenging van een vergunning. Ik ga ervan uit dat het bescheiden die overlegd moeten worden bedoeld zijn om informatie eruit te krijgen en te toetsen. En toetsen omtrent om zaken te toetsen. Graag welke informatie wil men toetsen? Wat wil men toetsen bij zo'n vergunning aanvrager? Want precies als men weet welke informatie, wat men wil beoordelen, kan je bepalen welke bescheiden. Kan de regering aangeven, kan de minister aangeven welke informatie men wil toetsen, wat men wil toetsen en welke bescheiden men nodig heeft. Graag ook, gaat men een achtergrond in onderzoek instellen, omdat het te maken heeft met een stukje betrouwbaarheid. Zeker als je rekening houdt met de mensenhandel, gaat men achtergrondinformatie opvragen. Welke procedure gaat men en hoe ver gaat men met het aanvragen van achtergrondinformatie van de vergunningaanvrager?
Artikel 8, lid 5. De wet heeft, en ik ben voorstander dat stringente procedures worden ingebouwd in de wet waarop men moet beslissen. Want in die samenleving zien we dat burgers een heleboel verzoeken doen aan de regering, aan overheden. En dat de overheid heel lang neemt om te reageren op de verzoeken. Dus ik ben blij wat dit betreft dat in de wet echt strikt termijnen zijn opgenomen. Maar stel dat een directeur niet houdt aan de termijn, dan zien we dat hier sprake is dat de directeur zich schuldig maakt aan plichtsverzuim. En dat verder niet aangegeven is welke sanctie er gaat volgen. Terwijl verder in deze wet wel sancties zijn opgenomen ten aanzien van particulieren die zich niet houden aan hun verplichting om dingen te rapporteren of voorwaarden na te leven. Waarom maken we een discrepantie dat wanneer het gaat om functionarissen bij de overheid, dat we het bijna doen alsof we de mensen niet verantwoordelijk stellen, maar bij particulieren hebben we andere restricties. Dus een particulier als hij niet meldt, dan heeft hij verbodsbepalingen, sanctie. Maar wanneer de overheid zich schuldig maakt aan zaken die in de wet zijn genoemd, en die ze niet nakomen, dan vind ik persoonlijk dat er ook restricties en sancties moeten geschieden. Graag de visie van de minister op dat stuk. En artikel 9, komt ook weer dat de minister algemene voorwaarden kan stellen. Ik kan me voorstellen dat omdat je vooraf bepaalde voorwaarden zorgt dat er geen willekeur is en dat er openbaarheid van bestuur is en dat gelijke aanvragers kunnen weten dat dat de voorwaarden zijn waaraan zij moeten voldoen om aan een vergunning te komen. Want dat heeft te maken met eigenlijk algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dus ik ben persoonlijk erg voorstander dat die voorwaarden vooraf bekend zijn, bekendgemaakt zijn. En dat iedereen vooraf daarvan kennis kan dragen. Maar daarnaast zien we dan in die wet dat de directeur alsnog specifieke voorwaarden kan stellen. Kan de regering aangeven waarom dan, los van de algemene voorwaarden, de directeur specifieke voorwaarden kan vaststellen en waarop hebben die voorwaarden betrekking? En als we nu in de wet een soort vrije ermessen geven aan de directeur zonder de voorwaarden specifiek te noemen, snijden we onszelf niet in de vingers met betrekking tot algemene beginselen van behoorlijk bestuur wat betreft willekeur en zorgvuldigheid en eigenlijk ook openbaarheid van bestuur. Graag de visie van de regering, want persoonlijk vind ik dat je zoveel mogelijk de voorwaarden algemeen moet maken en vooraf moet bekendmaken. Zeker in een cultuur waar we zien dat misbruik van bevoegdheden regelmatig plaatsvindt door overheidsfunctionarissen. En dat soort zaken moeten we een beetje inkaderen en extra controle opzetten. Lid 5, artikel 8, lid 5. Artikel 9 was dat toch? Wat zei u? Artikel 9 bedoelde u? Artikel 9. Nee, artikel 8, lid 5. Wanneer het gaat om een derde, ik heb het over artikel 9. Ja, artikel 9. Artikel 9, lid 5, waar staat dat eigenlijk lid 5, waar het staat dat de directeur, indien daartoe gronden aanwezig zijn, op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder, toestemming kan verlenen dat de vergunning op naam van een derde wordt gesteld. Of dat van de vergunning gebruik wordt gemaakt in gemeenschap met derden. Omdat de overheid een controlerende taak heeft en een beschermende taak heeft, zullen de eisen die gelden voor de vergunning aanvrager
ook gesteld worden aan de derde. En eigenlijk ook in gemeenschap met de anderen die gebruik maken van de vergunning. En hoe zal dat plaatsvinden? Want daarover is in die wet verder niks gezegd. Dus kan de regering dat aangeven? Want persoonlijk vind ik dat we dat ook moeten eisen. Als we voorwaarden stellen waaraan een vergunninghouder zich moet houden, dan moet ook een derde die gebruik maakt van de vergunning om bemiddeling te verrichten, ook aan de vergunningsvoorwaarden houden. Dezelfde eisen met betrekking tot betrouwbaarheid, met competenties, met eisen, et cetera, moeten ook gesteld worden. Artikel 10. Is dit artikel niet in strijd met artikel 4 van dezelfde wet? Omdat artikel 10 zegt, bij het uitoefenen van particuliere arbeidsbemiddeling is het verboden om een tegenprestatie te bedingen. Maar staat lid 2 staat met name dat bij voor het verlenen van de bemiddeling de vergunninghouder registratiekosten in rekening kan brengen. Kan. Dit sluit, laat me mijn vraag, het is een onduidelijkheid voor mij. Terwijl we in artikel 4 zeggen dat winstoogmerk wel toegestaan is. Betekent het dat met artikel 10, wanneer we praten alleen registratiekosten, dat winstoogmerk hier daarbuiten valt? En wat is de percentage van het winstoogmerk die bemiddelaars mogen vragen? Want als het oogmerk is winst, heeft het ministerie enige verantwoordelijkheid, en ik denk van wel, om de winstmarge te bepalen. Want het gaat ook om een stukje bescherming van de werkzoekende. Als het ook gebeurt dat men tegen prestaties eist, het is strafbaar in de wet. Maar wordt er in de praktijk een listing gemaakt en algemeen bekendgemaakt op een of andere manier waarbij werkzoekenden en werkgevers beschermd worden en kunnen zien dat bijvoorbeeld zo'n bemiddelaar eigenlijk in strijd met regels handelt. Of wordt de vergunning ingetrokken? Op het moment dat blijkt dat men niet volgens de regels handelt. Artikel 11. In die wet hebben we 3 soorten bemiddeling waar er geen winstoogmerk ook is. Maar dit artikel praat dat de vergunning geweigerd kan worden als men niet de benodigde betrouwbaarheid bezit, in het bijzonder tot de afdracht van loonbelasting, de voorschriften omtrent arbeidsbemiddeling en de verplichtingen van het arbeidsbeschermings- en arbeidsrecht. Maar in gevallen waar er geen winstoogmerk is, dat hebben we niet uitgesloten. En ik denk dat het goed zou zijn om dat stukje arbeidsbemiddeling eruit uit te sluiten. Want dan kan je die mensen niet een vergunning weigeren. Ik denk dat we hier hebben moeten praten over bemiddelaars specifiek met die bezig zijn te bemiddelen met winstoogmerk. Artikel 13. Ja, wanneer iemand geen gebruik maakt van zijn of haar vergunning, langer dan 5 jaren, dan zal dus die vergunning ingetrokken worden. En daarvoor
Hierover is in de commissie eigenlijk een beetje discussie gevoerd. Van staat er sanctie? En met name het lid Chang kwam met dat voorstel. Van moet er sanctie op staan? Maar heeft men ook een meldingsplicht? Hoe gaat de regering toetsen of iemand wel gebruik maakt of niet gebruik maakt? Er is inspectie, dat heb ik ook gezien. Dus als blijkt dus dat bij de inspectie een jaar, twee jaren, drie jaren voorbij gaat, men heeft geen bemiddeling gecreëerd, dan gaat men blijven inspecteren of gaan we dat vragen aan de bemiddelaars om dat te melden. Ik denk dat het goed zou zijn om niet te wachten tot 5 jaar, maar eerder al maatregelen te treffen in de zin van een waarschuwing, in de zin van aangeven dat men een vergunning heeft gevraagd op basis van dat men een bepaalde job zou doen en dat men als men een jaar of twee jaar arbeidsinspectie ziet dat men niet bezig is nog met uitvoeren van werkzaamheden, dat men alvast maatregelen begint te treffen. Artikel 14. De minister kan algemene richtlijnen vaststellen. Ik vind persoonlijk dat kan en kunnen in een wetgeving zorgt voor een stukje onduidelijkheid en ruime interpretatie. Ik denk dat we die woorden kan en kunnen zoveel mogelijk uit wetgeving moeten weghalen. Dus ik geef dat ook mee aan de regering om te kijken naar andere woorden. Artikel 16. Artikel 16 gaat en 15 gaan over bezwaar en beroepsprocedure. Ik heb gezien dat men de mogelijkheid heeft gelaten in het artikel. Even kijken. Wanneer dus iemand in bezwaar is, dan is de procedure 30 dagen moet men het bezwaar afwachten. En als op het bezwaar is beslist, dan kan men in beroep gaan. En dan kan dus op het beroep worden beslist. Misschien heb ik het verkeerd gelezen en moet ik het nog een keer lezen. Maar ik dacht van moeten we niet beide gelegenheden openstellen voor mensen. Van dat men en in bezwaar kan gaan, maar tegelijkertijd de mogelijkheid heeft om ook in beroep te gaan. Want dit staat hier in lid 2, artikel 16, in geval van overmacht kan de minister een beroep ingesteld na afloop van de daarvoor bepaalde termijn niet te min in behandeling nemen. Dus die procedure heeft men wel toegelaten, maar in geval van overmacht. En wat bedoelt men met overmacht? Wat zijn situaties van overmacht? Ik zou voorstellen om die overmacht weg te halen en mensen in alle omstandigheden de gelegenheid te geven om als men een vergunning is geweigerd, zeg maar, dat men in beroep zou kunnen gaan. En dat heeft te maken met eigenlijk de efficiëntie die we bij het ondernemen willen bewerkstelligen. Ook een belangrijke doel die de overheid zichzelf heeft gesteld van zoveel mogelijk belemmeringen wegwerken binnen die overheidsbureaucratie. Dus ik zou die overmachtssituatie weghalen, omdat ik niet kan indenken waarom je mensen de mogelijkheid tot beroep moet verbinden aan een overmachtssituatie. Ja? De minister zal daarop ingaan, maar beide zaken in technische zin hebben hun eigen bedoeling. Bezwaar is bij de instantie die dat besluit in eerste instantie heeft genomen. En het beroep is bij de nahogere instantie, als je het wederom niet eens bent. Dus dat is technisch, maar ik denk dat de minister daar straks iets meer over zal zeggen. Ja, mijn opmerking was alleen, dus ik begrijp dat bezwaar en beroep beide mogelijkheden zijn, maar alleen is het beroep tegelijkertijd mogelijk alleen bij overmachtssituaties. En ik zeg, als je dat zo in de wet opneemt, overmachtssituatie, dan moet je wel nader gaan aangeven weer, dan laat je ruimte voor mensen om te beoordelen, om te zeggen van, is er sprake van een overmachtssituatie en hoe beoordeel ik dat? Dus dat is mijn missie, kan het toegelicht worden, wat dat stukje betreft. Zou het toegelicht. Ja. Overigens,
Inderdaad, ik hoor buiten de microfoon, dat is niet wat daarmee bedoeld wordt. Als conform artikel 15 de minister vanwege overmacht inkomt, is het niet als beroepsinstantie, maar hij neemt als het ware de plaats in van de directeur. Dus, maar goed, ik help alleen maar om die discussie recht te lenen, maar de minister zal dat uitleggen. Ik help u alleen maar in de beoordeling van uw voorstel. Hè? Dus, staat in de wet, artikel 16, laatste zin, kan de vergunninghouder, letterlijk staat het, voorzitter, kan daartegen binnen 30 dagen nadat het besluit ter hunner kennis is gebracht, of zij geacht kunnen worden hiervan kennis te hebben genomen, schriftelijk in beroep gaan bij de minister. Dus het artikel praat echt ook van beroep door de minister. Goed, het zal goed verder worden uitgelegd. Artikel 17, de voorzitter van de commissie heeft dat ook al gevraagd. Ook ik begrijp dat artikel niet, omdat ik het een paar keer ook heb gelezen en ook in de memorie van toelichting. En ik begrijp niet waarom dat artikel... Nee, wacht even. Artikel 17... Dit. Lid 3 was dat. Daar ja, de lid 3. Commissievoorzitter, 17 lid 3 was dat. Ja. Artikel 18, de bescherming van persoonsgegevens. Mijn vraag is, geldt die bescherming ook voor bureau, hoe heet het weer, de overheidsbemiddeling? Want ik denk dat ook zij onderhevig zijn aan het beschermen van de privacy van werkzoekenden en werkgevers. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat ook meegenomen wordt. Ik denk dat we ook in het artikel een plicht kunnen meenemen voor werkzoekenden om te melden als ze werk hebben gevonden ergens. Want bemiddelingsbureaus niet zitten, dat er iemand is geregistreerd terwijl die persoon al elders geregistreerd is, want ze mogen bij meerdere bureaus geregistreerd zijn, dat ze via een ander bemiddelingsbureau al een werk hebben, maar bij anderen blijft het open. Dus ik denk dat er ook een plicht moet komen op werkzoekenden om te melden dat ze al een werk hebben. Maar het is een voorstel, ik laat het over aan de minister. Artikel 22. Nee, even artikel 19, het is een stukje bescherming, ook medische keuring, et cetera. Mijn vraag is, in geval van psychologische testen, zal dat een werkgever vraagt om psychologische test af te nemen, gaat die bemiddeling zover dat een bemiddelaar ook psychologische testen mag afnemen, of gaat in de voorwaarden ook duidelijk aangegeven worden dat dat alleen mogelijk is met behulp van een erkend psycholoog of psycholoog, weet je, een professioneel iemand. Artikel 22, dacht ik. Nee, je hebt 20 overgeslagen. Wat zei u? Je hebt 20 overgeslagen. Nee, 20 heb ik geen kanttekening. Artikel 22, ik zou voorstellen, voorzitter, om expliciet in dit artikel uitbuiting, elke vorm van dwang, dus de kernaspecten van mensenhandel, dus het ronselen, op te nemen, dat we, omdat het gaat om een stukje bescherming, dat we expliciet meenemen de woorden uitbuiting en dat 22. Uitbuiting en elke vorm dat bemiddelaars zich onthouden van elke vorm van dwang of misleiding om mensen eigenlijk uit te buiten. De kernaspecten van mensenhandel die wel strafbaar is in het strafrecht, maar hier gaat het om een stukje preventie, voorkomen dat gebeurt en dat we die verplichting ook leggen op ze, dat mensen niet uitgebuit worden. En dan heb ik artikel 24, voorzitter. Artikel 24, daar staat, degene die arbeidsbemiddeling uitoefent, draagt
geenerlei verantwoordelijkheid met betrekking tot de gevolgen van zijn bemiddeling. Dat betekent hier dat zonder uitzondering bemiddelaars uitgesloten worden van alle consequenties die hun bemiddeling teweeg brengen. Maar tegelijkertijd zien we dat in artikel, welk artikel is 27, dus gedragingen wel strafbaar worden gesteld. En ik vind persoonlijk, als je dat artikel 24 zo neemt, dat degene die arbeidsbemiddeling uitoefent draagt geenerlei verantwoordelijkheid met betrekking tot de gevolgen van zijn bemiddeling. En dat je verder dan ook zaken strafbaar stelt, naar mijn gevoel is het een beetje conflicterend met elkaar. Ik denk dat je in artikel 24 niet carte blanche moet geven dat mensen geen enkele aansprakelijkheid hebben, maar dat je daar voor specifieke gevallen uitzondering zou moeten bieden waar in welke gevallen men geen aansprakelijkheid heeft en in welke gevallen men wel die aansprakelijkheid heeft. Zeker wanneer je voorwaarden verbindt, en ik heb net genoemd artikel 22, dat men zoveel mogelijk moet maatregelen moet treffen om bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden te geven, in bepaalde taal te communiceren, et cetera. En dat men, je hebt eigenlijk richtlijnen daarin opgenomen waaraan mensen niet moeten houden. Ik denk dat je wel mogelijkheden moet creëren in je wet de mensen wel aansprakelijk te stellen. En tenslotte, de strafbepalingen in artikel 27. Want we hebben volgens deze wet de overheidsbemiddeling en de particuliere bemiddeling. De strafbepalingen, de voorwaarden, gelden dat alleen voor de particuliere bemiddeling en niet voor de overheidsbemiddeling? En waarom die discriminatie, waarbij dus overheidsbemiddeling niet aan voorwaarden moet houden, niet strafbaar wordt gesteld en particulieren wel? Hoe is dat geregeld bij de overheidsbemiddeling? Wie wordt daar aansprakelijk gesteld? Is het de directeur? Is het het hoofd van de arbeidsbemiddeling? Is het de minister die aansprakelijk gesteld wordt? Daar zegt de wet eigenlijk niets over. Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Ik stel al deze vragen een beetje uitgebreid, maar ik denk dat het goed is dat we goed geïnformeerd worden en dat zoveel mogelijk dat er duidelijkheid is. Ja, goed. Bedankt lid Matura voor die bijdrage en zeker de hele specifieke toespitsing op de artikel. U hebt bijna alle artikelen omgespit. Ik denk dat de notities daartoe zijn gemaakt. Ik zie behoefte aan interruptie van lid Misikaba. Ja, voorzitter, dank u wel. En dank aan de spreker voor haar bijdrage. De kwestie van artikel 24. Als u kijkt naar de memorie van toelichting op dat artikel, met name de twee laatste zinnen, dan is er wel een sprake van aansprakelijkheid, voorzitter. Als dat niet voldoende is, dan zal de regering verder daarop ingaan. Maar ik denk dat dit een belangrijke discussiepunt is, omdat ik ook heb gesteld dat wanneer de bemiddelaar bezig is geweest en op een gegeven moment er contact is gekomen tussen de werkzoekende en de werkgever, dat de bemiddelaar uit beeld gaat. En mijn vraag was ook, gelet op het feit dat de werkzoekende, die vaak heel lang al werk zoekt en daardoor in een kwetsbare positie komt, wordt overgelaten of kan overgelaten worden aan een eventuele machtige werkgever. Dus kijkt u naar de kwetsbaarheid van die werkzoekende, komt tegenover een werkgever te staan. En ik heb die vraag ook gesteld van hoe en wat. En dan komt dit deel van die discussie, waar lid Matura eraan toevoegt, dat laat je de bemiddelaar inderdaad helemaal eruit. Dus we vragen de regering om inderdaad zijn licht te laten schijnen op dit deel voor ons. Aan de ene kant,
begrijpen we die rol van de bemiddelaar. En als alles goed gaat, geen probleem. Maar mochten er problemen zijn waarbij de werkzoekende in het nadeel komt, hoe wordt de aansprakelijkheid van die bemiddelaar geregeld? Dank u wel. Inderdaad, vrij interessant. Lid Avançois. Dank u wel, voorzitter. Ik wil het lid Matura bedanken voor de uiteenzetting. Ze heeft aangehaald dat politici, ze haalde het aan, iets aan van kruiwagens om mensen op verschillende posten te plaatsen. En daarnaast heeft ze ook aangehaald of het ministerie zich niet bezig moet houden met zijn kerntaken in plaats van te gaan bemiddelen. Ik wil dan even vragen wanneer de overheid dan mensen nodig gaat hebben die in dienst moeten treden, als die particuliere bemiddelaars niet de beste kruiwagens gaan zijn voor de overheid. Want dan kan je makkelijk naar, jij bent een kennis van me, jij bent een partijloyaliste, dus ik ga bij jou dan voor mijn ministerie mensen aantrekken. Dus ik wil weten, als we praten over kruiwagens voor verschillende politici, dienstarbeidsbemiddeling van arbeid staat daar, maar die particulieren, ik vind dat juist een gevoeligere voedingsbodem voor ministers, politici, om vanuit daar mensen te recruteren. Wie zegt mij dat ik niet naar bemiddelingsbureau Matura al mijn familieleden ga sturen, om ze dan via zo'n bemiddelingsbureau allemaal binnen een bepaald ministerie binnen te krijgen. Dus ik wil even uw mening daaromtrent als we het hebben over die kruiwagens. Dank u wel. Dank u wel, lid Avançois. Ik denk dat elk bemiddelingsbureau die zich gaat toespitsen daar een verlies gaat leiden. Nee, verlies, maar gaat u gaan. Gaat u gaan. We hebben genoeg mensen bij de overheid, dus laten we werk zoeken en creëren elders. Mag het lid Matura het woord? Ja. Ja, dank u wel. Laat me beginnen met de voorzitter van de commissie, lid Misikaba. Ik ben het helemaal eens. Ik denk dat, daarom zeg ik, die rol van de overheid is een stukje bescherming. Bescherming met name die werkzoekenden. En natuurlijk een stukje dienstverlening naar de werkgevende, zodat, omdat de werkgevende werkgever eigenlijk ook minder kosten gaat maken als hij dat uitbesteedt aan. Dus eigenlijk is het een match. Maar in die match moeten we wel blijven beschermen. Dus ik vraag, ik geleid die discussievraag weer ook naar de regering, dat de regering wat dat betreft eigenlijk haar visie geeft. Maar tegelijkertijd wil ik nog iets eraan toevoegen, dat we in deze wet strafbepalingen hebben opgenomen. En ik wil graag vragen in welke mate straks, wanneer het komt om een onderzoek, een strafbaar feit, dat er bij een eventuele rechtszaak advocaten met succes een beroep kunnen doen op dat artikel dat alle aansprakelijkheid uitsluit. Als je het zonder voorwaarden doet. Dus met name is mijn insteek ook dat je strafbepalingen neemt in die wet, maar tegelijkertijd zit je in een artikel dat alle aansprakelijkheid, dat ze geen enkele aansprakelijkheid hebben. Dus persoonlijk zou ik dus daar heel goed naar kijken, omdat niet straks moet blijken dat advocaten met succes een beroep kunnen doen op dat artikel. Ja? Het tweede is het lid Avançois met betrekking tot zeg maar eigenlijk fair kansen geven aan mensen om in het arbeidsproces terecht te komen. En de praktijken die gebeuren om eigenlijk favoritisme en nepotisme. En ik denk daarom ook, en die vraag ga ik ook geleiden, en daarom heb ik gevraagd aan de minister om visie te geven hierover. Want ook in de particuliere sector zie je dat Surinamers niet in de gelegenheid zelfs gesteld worden. Ik noem maar staatsolie. Heel weinig. En niet alleen staatsolie is één parastatale bedrijf die ik noem, maar bijna alle parastatale bedrijven. Telesuur, staatsolie, SZF. De meeste parastatale bedrijven zetten geen advertenties in de kranten om mensen te werven voor hun bedrijf. En dan kan je zeggen van ja,
Het wordt in het buitenland en het wordt uitbesteed. Maar ik denk dat we de Surinaamse samenleving ver kansen moeten geven. Dus ik denk dat je ook een stukje bescherming daar moet bieden. En een mogelijkheid moet creëren voor Surinamers. Om op basis van hun competenties gewoon eerlijke kansen te krijgen. En dat je niet inderdaad straks een bemiddelingsbureau hebt dat een parastataal bedrijf. En het is ook in die werkgroep een beetje aan de orde gekomen. Dat een parastataal bedrijf straks zegt van zet een bemiddelingsbureau op. Want ik ga alle arbeid van mij via jou laten doen. En je mag vrienden, et cetera. Dus ook die zaken moeten we voorkomen. En Shang zal misschien daarover uitgebreid zijn licht laten schijnen. Dus ik geleid dat ook door aan de regering. Ja, goed, dan hebben we dat gehoord. Bedankt, regering inderdaad, aandacht daarvoor. Van een aantal dingen die we hebben gehoord, heb ik ook aantekening gemaakt en van links en rechts van mij, zonder meer, maar waar ik zeker bijzonder aandacht wil vragen, minister, is inderdaad artikel 24, waarbij dus in feite de verantwoordelijkheid wordt afgedaan. Zeker afgezet tegen artikel 22. Dus ik wil u vragen om die twee zaken tegenover elkaar te zetten. Dan neem ik de gevoelens mee van zowel mijn linker als mijn rechterzijde om niet zonder en geheel zonder voorwaarden de arbeidsbemiddelaar zijn gang te laten gaan. Daar is waar het op neerkomt. Met deze bijdrage van het lid Matura hebben we het punt bereikt om dus door te gaan met de volgende spreker in de commissie, het volgende lid, het lid Stefan Sang. Dank u wel, voorzitter. Ik ben erg blij met de aanpassingen van het ministerie van Arbeid naar aanleiding van de vraag en opmerking van de leden van de commissie. Het resultaat is het amendement welke we nu in behandeling hebben, voorzitter. Ik wil eerst inhoudelijk ingaan op het amendement en vervolgens artikelsgewijs, voorzitter. De voorgaande sprekers en met name de voorzitter van de commissie van rapporteurs is er al breedvoerig op ingegaan op de wijzigingen in de wet. Ik was net als de voorzitter van de commissie van rapporteurs in eerste instantie niet van overtuigd dat deze wet nodig is. Ik zeg dit in het kader van de wet bedrijven en beroepen, voorzitter, die we onlangs in dit college hebben aangenomen. Het was de bedoeling met die wet dat we ondernemers zo min mogelijk drempels geven bij het ondernemen. En ik kon me niet bij vinden om een wet aan te nemen die weer een vergunningsplicht met zich meeneemt. En ik moet zeggen dat ik evenals de voorzitter van de commissie van rapporteurs, na de gesprekken en beantwoording van de deskundigen van arbeid, enigszins ben overtuigd waarom we een vergunningsplicht voor bemiddelaars moeten instellen. De beredenering van het ministerie van Arbeid is voor gevallen waarbij bijvoorbeeld mensen worden geronseld om te gaan werken in het buitenland. En dan blijkt dat ze daar in het buitenland of zelfs in onze binnenlanden in bordelen te werk worden gesteld, voorzitter. En dan ben ik er helemaal mee eens dat er strenge voorwaarden en controle moet zijn. En begrijpt u me niet verkeerd, ik ben er mee eens dat het vergunningsplichtig moet zijn. Met dien verstande dat er een vergunningsplicht moet zijn volgens de wet bedrijven en beroepen. En dat de vergunning bij HINT moet worden aangevraagd voor de arbeidsbemiddelaars. We willen immers een one-stop window hebben voor ondernemers, voorzitter. Met aanvragen van de vergunning bij HIT is dan de voorwaarde dat er toestemming moet zijn van het ministerie van Arbeid. En de bemiddelaar dient geregistreerd te zijn bij het ministerie van Arbeid. Hiermee is het bemiddelen zonder vergunning automatisch een economisch delict, voorzitter. Dat zie ik niet terug in deze wet. Ik mis de koppeling met de wet bedrijven en beroepen. Als we kijken naar het verschil tussen de bemiddelaar en de intermediair, is het bij de bemiddelaar slechts een kwestie van het koppelen van de werkgever en werknemer. Daarna is het een aangelegenheid tussen de werkgever en werknemer. En dan is de bemiddelaar verder buiten beeld. Maar dat neemt niet weg dat de bemiddelaar een zekere verantwoording moet dragen, dat de werkzoekende niet gevaar loopt of iets in die zin. En dit is reeds goed afgedekt in artikel 22 van deze wet. En die luidt: degene die arbeidsbemiddeling uitoefent is niet toegestaan voor werkzoekenden te bemiddelen of werkzoekenden te recruteren als deze daarmee blootgesteld zouden kunnen worden aan onacceptabele gevaren, risico's, misbruik of discriminatoire behandeling. Of indien deze bemiddeling zou kunnen leiden tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst
tegen arbeidsvoorwaarden die ongunstiger zijn dan overeengekomen in een collectieve arbeidsovereenkomst, waaraan de betrokken werkgevers en werkzoekenden zouden zijn gebonden. Echter artikel 27 lid 1 over de strafbepaling zegt dat bij overtreding van onder andere artikel 22 dat er een hechtenis is van 1 maand of een geldboete van de 4e categorie. Ik vind dit veel te laag en zeker als het gaat over mensenhandel. Deze sanctie is lang niet voldoende voor het leed van de slachtoffers van mensenhandel. Veel van de slachtoffers gaan niet naar de politie uit schaamte voor hetgeen wat hen is overkomen. En het leven van deze vaak jonge slachtoffers is vernietigd, voorzitter. Meestal belanden de slachtoffers in een omgeving waar ze ook geen hulp kunnen inroepen. En ik zoek naar een constructie vergelijkbaar met de heler en de steler. Een soort van medeplichtigheid van de malafide arbeidsbemiddelaar. En dan struikel ik ook op artikel 24 over aansprakelijkheid, welke reeds ter discussie is gesteld daarnet. En ik wil voorstellen om dit artikel te herformuleren tot een beperkte aansprakelijkheid voor de arbeidsbemiddeling. Het eerste gedeelte van artikel 22 slaat duidelijk op mensenhandel en uitbuiting. Het tweede gedeelte gaat over ongunstigere arbeidsvoorwaarden. Ik wil vragen om artikel 22 op te splitsen in een ernstige en minder ernstige overtreding en dan de sancties conform artikel 27 daarop toe te spitsen. Met deze wet beogen we bescherming van de werkzoekende en dat zie ik te weinig terug in de memorie van toelichting, zeker met betrekking tot het ronselen van werkzoekenden voor bordelen en dergelijke, voorzitter. Ter preventie van mensenhandel vraag ik extra aandacht voor de voorwaarden en sancties voor het geven van vergunning bij arbeidsbemiddeling van en naar een plaats in binnen- en buitenland, welke niet hetzelfde is als de woonplaats van de werkzoekende, voorzitter. En graag zie ik een extra taak voor de dienst der arbeidsbemiddeling en dat is een hulplijn of meldpunt malafide arbeidsbemiddeling. Ik weet niet of zoiets als bestaat, maar het lijkt me wel een punt van aandacht. En ik wil een voorstel doen om een meldingsplicht toe te voegen in de wet, zodanig dat er een meldingsplicht is voor bemiddelaars als hij vermoedt dat er sprake is van een malafide bedrijf. Voor het bedrijf die een bemiddelaar in dienst neemt als er sprake is van een malafide bemiddelaar. Of voor een werkzoekende en voor een werkzoekende als hij vermoedt dat er sprake is van een malafide bemiddelaar of bedrijf. Om ervoor te zorgen dat mensen die er weet van hebben dat er misbruik van wordt gemaakt, dat ze daar ook melding van maken, voorzitter. Ter bescherming van andere werkzoekenden. Dan heb ik vervolgens artikels gewijs, enkele op- en aanmerkingen. Ik wil nu toch even ingaan op hetgeen de voorgaande spreker heeft aangehaald. Artikel 5 lid 5. Het automatisch verlengen van de vergunning is conform de wet bedrijven en beroepen gedaan om de verlengingsprocedure te vergemakkelijken, het ondernemen te vergemakkelijken. Ik denk dat er een poging is gedaan om deze wet aan te doen sluiten bij de wet bedrijven en beroepen, maar het is denk ik niet voldoende geweest. Artikel 5 en 6, zoals ook de voorgaande spreker heeft aangehaald, die vroeg om het verschil tussen een vergunning en een toestemming. Ik wil daarom vragen om deze wet goed te laten aansluiten op de wet bedrijven en beroepen. Laat de vergunning voor het bemiddelen aangevraagd worden bij het ministerie van HINT, waarbij dan voor de goedkeuring een toestemming vereist is van arbeid. En dan heb je die koppeling naar de wet bedrijven en beroepen. De voorgaande sprekers hebben het reeds aangehaald met betrekking tot artikel 5 lid 2 en artikel 9 lid 5. Ik wil daar verder op ingaan. Artikel 5 lid 2 die zegt, de directeur kan voorwaarden verbinden aan de vergunning. Ik ben ermee eens dat dit de directeur te veel macht geeft, voorzitter. We moeten ervoor waken dat we kleine goden gaan maken op ministeries. Voorwaarden moeten bij voorkeur vooraf bij staatsbesluit worden vastgesteld. En indien er wijzigingen behoeven, dan dient dat ook middels staatsbesluit, een wijziging van het staatsbesluit te geschieden. Dit de bescherming van de ondernemer. Ik wil voorstellen dat we dit lid volledig schrappen, voorzitter, artikel 5 lid 2. Er is een uitzonderingssituatie beschreven in artikel 9 lid 5. Lid 5 heeft betrekking op lid 4 en lid 4 luidt, het is verboden dat anderen dan de vergunninghouder voor eigen rekening en risico gebruik maken van de verstrekte vergunning. En lid 5 geeft een uitzonderingssituatie aan waarbij de directeur wel toestemming mag verlenen aan derden. Ik kan me zo'n situatie goed indenken. Dat een vergunninghouder komt te overlijden of dat hij langdurig in het ziekenhuis belandt, voorzitter. En ik ben ermee eens dat er bij overmacht wel uitzonderingen moeten kunnen worden gemaakt, maar niet bij willekeur van een directeur.
Ik wil vragen of die mogelijkheid om af te wijken van de voorwaarden wordt geboden in artikel 16, handelende over bezwaar. Zo niet, dan stel ik voor dat we daarin bouwen, voorzitter. Zodat er in ieder geval wel een uitzondering kan worden gemaakt door de minister. En je weet immers nooit wat er kan gebeuren. Artikel 7, lid 1 gaat over een heffing bij verlenen en verlenging van een vergunning. Maar artikel 5, lid 5 zegt dat de vergunning automatisch wordt verlengd. Ik heb een vraag. Indien een vergunning automatisch is verlengd na 5 jaar en de vergunninghouder heeft niet betaald, wat zijn de gevolgen daarvan voor de ondernemer of voor de bemiddelaar? Artikel 13 gaat over het intrekken van een vergunning. Ik wil vragen om de lijst uit te breiden met een lid F, indien de vergunninghouder niet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Al met al, voorzitter, in feite zijn al deze dingen bezwaar en beroep en het voorkomen van willekeur, registratie, automatische verlengingen, heffingen, die zijn al ingebouwd in de wet bedrijven en beroepen. En we moeten het wiel niet opnieuw gaan uitvinden, voorzitter. Ik wil vragen om deze wet goed te doen aansluiten bij de wet bedrijven en beroepen. En ik heb het idee dat we misschien gewoon kunnen volstaan met een artikel in deze wet dat zegt dat arbeidsbemiddeling vergunningsplichtig is volgens de wet bedrijven en beroepen. En dat het bij het aanvragen van een vergunning voor arbeidsbemiddeling er een toestemming nodig is van het ministerie van Arbeid, waaraan bij staatsbesluit voorwaarden zijn vastgesteld. Dan hebben we in feite de meeste dingen al afgedekt. Artikel 18, lid 6, gaat over het registreren van de werkzoekenden voor statistische doeleinden. Ik wil vragen om het lid uit te breiden met geloofsovertuiging, nationaliteit en etnische afkomst. In feite alle zaken waarmee gediscrimineerd kan worden. Dit als een extra. Welk artikel is dat? Artikel 18, lid 6. Dat gaat over registreren van werkzoekenden voor statistische doeleinden. Ja. Ik wil vragen om het lid uit te breiden met geloofsovertuiging, nationaliteit en etnische afkomst. Eigenlijk in feite alle zaken waarmee gediscrimineerd kan worden. Dit als een extra controlemechanisme in navolging van het discriminatieverbod in artikel 17. En tenslotte, voorzitter, wil ik voorstellen, de voorgaande spreker heeft het ook aangehaald, of er een constructie mogelijk is in deze wet waarbij overheid of parastatale bedrijven worden verboden om gebruik te maken van particuliere arbeidsbemiddelingsbureaus met een winstoogmerk. Ik wil hiermee een stukje corruptiebestrijding inbouwen in deze wet, voorzitter. Het is corruptiegevoelig, omdat, zoals ook al is gesteld, een toevallige directeur, indien hij weet dat hij een x-aantal medewerkers in dienst mag nemen of gaat nemen, dan kan hij gewoon een bemiddelingsbureau opzetten en daarbij een groot percentage bedingen voor arbeidsbemiddeling. En dat is allemaal volgens de wet. Als we dat niet afdekken hier, dan denk ik dat we het niet elders kunnen afdekken. Ik zeg niet dat het zo is dat het gebeurt, maar ik zeg dat het kan gebeuren en ik denk dat we dit soort gevallen vooruitziend moeten afdekken in deze wet. En immers voorkomen is beter dan genezen, voorzitter. Dank u wel. Bedankt voor uw korte, maar zeker krachtige bijdrage in deze ronde, lid Sang. Ik zie behoefte aan interruptie van het lid Afonso. Dank u wel, voorzitter. Lid Stefan Sang, bedankt. Ik wil even een duidelijkheid van hem hebben. Hij had proberen een vergelijking te maken of waarom het eigenlijk in lijn gebracht moest worden met de wet bedrijven en beroepen, artikel 5 en artikel 6. Ik probeer hem te volgen, maar hij was heel snel. Mm-hmm. Dus ik wil even een verduidelijking vragen waarom ze eigenlijk vallen over artikel 6 en artikel 5. Ja. Dank u. Mag ik erin spreken, lid Sang? Ja, dank u wel, voorzitter. De voorgaande spreker had het gehad over artikel 5 en artikel 6 en daar vroeg ze over het verschil tussen een vergunning en een toestemming. Er is volgens deze wet in artikel 5 een vergunning nodig voor particuliere arbeidsbemiddelaars met een winstoogmerk en voor particuliere arbeidsbemiddelaars zonder winstoogmerk is slechts een toestemming van de directeur nodig. En in feite zeg ik, de vergunning moet worden verleend door HI, HINT, en waarbij, indien het vergunningsplichtig is, en dat stellen we dan in deze wet dat het vergunningsplichtig is,
dat die toestemming moet komen van arbeid. Dat er een voorwaarde is voor die vergunning en dat is een toestemming van arbeid. En dan vervalt artikel 5 en 6, want voor beide zou je dan een toestemming nodig moeten hebben van arbeid. De vergunning komt van HI. Dus het gaat niet om dat je als arbeidsbemiddelaar geen vergunning nodig hebt. In beide gevallen zou je dan een vergunning nodig moeten hebben. En in beide gevallen zou je dan een toestemming moeten hebben van het ministerie van Arbeid. Volgens de wet bedrijven en beroepen. Dus je maakt dan geen onderscheid tussen met of zonder winstoogmerk. Dank u wel. Een verduidelijkingsvraag zie ik nog. Behoefte even nog van lid Afonso. Dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat lid Stefan ook het amendement voor zich heeft. En artikel 6, die gaat over arbeidsbemiddeling buitenland. Dus vandaar dat ik even vroeg van wat probeert men eigenlijk hier duidelijk te maken, omdat ik het dan niet begrijp. Ja, lid Sang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank het lid Afonso. Inderdaad, is een omissie van mij. Het gaat om artikel 6, lid 1. Ik reageerde op hetgeen dat de voorgaande spreker heeft aangehaald over het verschil tussen vergunning en toestemming. Ja. Oké, goed. Ik denk dat de minister en zeker de deskundigen daar notitie van hebben genomen en daarop zullen ingaan. Bedankt nogmaals, lid Sang, lid van de commissie van rapporteurs. Mag ik dan de volgende spreker uitnodigen, dat is lid Forswijk, die is met mededeling afwezig, is helaas ziek en we wensen er inderdaad ook beterschap van deze plaats uit. Dan gaan we naar de volgende spreker na het lid Forswijk, dat is het lid Afonso. Mag ik u uitnodigen? Dank u wel, voorzitter. Vandaag ligt onder uw hamer in de openbare commissievergadering Arbeidsbemiddelingswet 2017. Het belang van dit wetsontwerp zijn door verschillende leden al aangehaald, in het bijzonder de voorzitter van de commissie van rapporteurs. Voorzitter, werkzoekenden zijn zeer kwetsbare mensen, vooral als andere sociale factoren ook een rol spelen. Het is dus belangrijk dat de regering zijn burgers middels wetgeving hierin beschermt. Voorzitter, ik sta achter dit amendement, maar ik heb nog enkele vragen. Ik probeer dan niet in herhaling te treden. Maar alvorens ik verder ga, wil ik aan de minister, want de minister is hier, met name de regering. Elke keer weer wanneer wij een arbeidswet hier aannemen in DNA, dan probeer ik mij weer af te vragen hoe we weer invulling zullen geven aan deze. Omdat we weten dat we al een aantal in het kader van modernisering van onze arbeidswetgeving al een aantal arbeidswetten hebben aangenomen. Maar ik zie nog geen verandering als het gaat om het functioneren van de arbeidsinspecteurs. Maar het gaat dan niet om de arbeidsinspecteur wat zij doen, maar de omstandigheden en de aantallen heb ik nog niet zien toenemen. Omdat de wetten, de controles die zij moeten verrichten steeds meer worden. Hun verantwoordelijkheden worden meer, maar het apparaat blijft nog steeds hetzelfde. Dus bij deze wil ik wederom vragen aan de minister. We moeten geen wetten maken omdat we ze moeten maken. We hebben internationale verdragen getekend, maar we moeten daadwerkelijk uitvoering kunnen geven aan deze wetten. Want de burgers die gaan dan opnieuw weer rekenen op de diensten die aangeboden worden door dienst arbeidsinspectie, arbeidsbemiddeling ook. Maar uiteindelijk kunnen ze niet adequaat functioneren omdat die benodigdheden, de tools, de bemensing en al die zaken niet in orde zijn. Dus het is belangrijk dat we werken aan onze wetgeving. Maar regering, minister, ik vind het ook heel belangrijk dat we werken aan deze zaken. Omdat het resultaat uiteindelijk daarvan af gaat hangen. Toch? Dus ik hoop dat ik
wat beleidsveranderingspunten kreeg van de regering, van de minister. Wat men al in die tussentijd gedaan heeft voor deze afdelingen. Omdat ik weet dat er nog meer wetten zijn die we straks gaan moeten behandelen. En het zijn steeds weer de arbeidsinspecteurs die belast worden. Dus graag een concreet antwoord van de regering hieromtrent. En dan heb ik een andere vraag. Omdat ik het ook een aantal keren ben tegengekomen in de wet. Kwetsbare groepen en armen. Wanneer is een werkzoekende arm? Wanneer wordt een werkzoekende gerekend tot de categorie arm? Ik wil een duidelijk antwoord, omdat het de regering is, het ministerie van Arbeid, die zich specifiek bezighoudt met werkzoekenden. Zij hebben meer ervaring en data als het gaat om werkzoekenden. Je hebt mensen die geen onderwijs hebben genoten, 3 tot 4 banen hebben, ze maken schoon voor mensen thuis en hebben elke dag werk. Maar ze staan soms ook geregistreerd bij arbeid als werkzoekende. Hoe groot die groep is, weet ik niet. Maar heb je weer een grote groep afgestudeerden die bijvoorbeeld niet met een universitair opgenoten opleiding een toilet schoon gaan moeten maken, willen maken. Omdat ze hard hebben gestudeerd en ze verwachten, als ik ben afgestudeerd, wil ik op een bepaald niveau gaan werken. Dus ik wil even weten, wanneer we het hebben over werkzoekenden, welke groep we categoriseren tot de meest kwetsbare groepen en welke groep we categoriseren onder de armen. Om verder te gaan heb ik een paar vragen als het gaat om de artikelen. Mevrouw Lidmatura die heeft het reeds aangehaald. Artikel 1 geeft aan, ik citeer, ik ga slechts een klein stukje citeren. Waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd. Ik heb een stukje geciteerd uit de definitie van arbeidsbemiddeling. Maar we weten dat we niet alleen bemiddelen voor mensen om ambtenaren te worden. We bemiddelen ook voor mensen om in de private sector te kunnen werken. Dus ik wil even ja. Oké, dus ik wil even een beetje meer duidelijkheid van de minister hieromtrent. En dan heb ik artikel 3. De dienst der arbeidsbemiddeling verleent haar bemiddelings kosteloos en mag slechts vergoeding vorderen op verzoek van de werkgever of de werkzoekende voor gemaakte extra kosten. De dienst arbeidsbemiddeling is een overheidsdienst. De mensen daar werkzaam zijn werkzaam voor de overheid. De bode is van de overheid. Dus ik wil specifiek weten welke extra kosten in rekening worden gebracht voor mensen. Worden de kopieerkosten in rekening gebracht? Wordt benzine van de bode bijvoorbeeld in rekening gebracht? Want ik wil nog even weten als het een dienst is van de overheid die specifiek moet bemiddelen voor arbeiders. Waarom wij de overheid moeten gaan betalen voor die specifieke diensten als die mensen daarvoor in dienst zijn. En als zo'n overheidsinstantie specifiek dit arbeidsbemiddeling als taak heeft. Dus ik wil precies weten welke kosten. En komt het dan niet voor dat een arbeidsbemiddelaar in dienst van de overheid kosten vraagt voor kopiëren en de andere weer niet. De ene kosten vraagt voor het wegbrengen van een stuk en de ander weer niet. Dus ik wil even weten, ik weet het niet, dus vandaar dat ik de vraag stel. Artikel 4, we hebben 3 verschillende particuliere arbeidsbemiddeling. We hebben particuliere arbeidsbemiddeling uitgeoefend met winstoogmerk, zonder winstoogmerk en particuliere arbeidsbemiddeling uitgeoefend zonder vergoeding. Begrijp ik hier dat er dus geen administratieve kosten gevraagd worden aan die werkzoekende? Dus ik wil weten hoe zo een instantie zich draaiende gaat houden.
Dus vandaar mijn vraag. Artikel 6 gaat over arbeidsbemiddeling in het buitenland. Artikel 6 lid 2, aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. U weet, elk beroep heeft weer zijn eigen voorwaarden, zijn eisen die er gesteld worden om in dienst, om zo een beroep uit te kunnen oefenen. Ik wil dan vragen of er, als er standaardvoorwaarden zijn voor de specifieke beroepen, om willekeur te voorkomen. Want misschien komt een uit zijn bureau A, ik wil 10 verpleegkundigen sturen naar Aruba, maar omdat het uit zijn bureau A is, geeft de directeur andere voorwaarden. En wanneer uit zijn bureau B komt, zijn er weer andere voorwaarden. Dus om willekeur te voorkomen wil ik vragen, als er standaarden kunnen gemaakt kunnen worden, waaraan al die bureaus zich moeten houden, en als het gaat om sturen naar het buitenland, dat er een extra controle komt, zoals er hier staat, door de directeur. Artikel 8 lid 5. Ik wil even citeren, voorzitter, als u mij toestaat. Is een beetje lang. Indien op aanvraag niet wordt beslist binnen voornoemde termijn, geldt A, op een rappelschrijven van de aanvrager wordt binnen 14 dagen alsnog een besluit genomen. B, indien niet binnen de in dit lid onder aangestelde termijn alsnog een besluit wordt genomen door de directeur, is de aanvrager bevoegd in beroep te gaan bij de minister. C, indien ook na het rappel de directeur niet binnen de in dit lid onder aangestelde termijn een besluit neemt over de aanvraag en eveneens binnen de gestelde termijn de aanvrager niet bericht, maakt deze zich schuldig aan plichtsverzuim. D. Indien de minister niet binnen 14 dagen na het ingesteld administratief beroep besluit over de aanvraag, bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de kantonrechter. Lid Matura had dit al aangehaald. Waarom is er geen sanctie naar plichtverzuim? Waarom stellen we zoveel, 30 dagen, 14 dagen, uiteindelijk moet iemand belanden bij de kantonrechter? Ik denk dat de kantonrechter andere dingen te doen heeft dan dat we zoveel ruimte laten voor iemand om uiteindelijk te belanden bij de kantonrechter. Dit ministerie vindt dat zo iemand niet in aanmerking moet komen voor een vergunning. Geef de persoon het niet. Zeg de persoon gelijk. Of zeg de persoon op basis van dit kan je het niet krijgen. Maar 30 dagen gaan voorbij. Nog eens 30 dagen gaan voorbij. 14 dagen gaan voorbij. Uiteindelijk, want iemand wil zijn of haar onderneming starten, moet eerst naar de kantonrechter. Er moet eerst uitspraak komen. En dan pas kan zo iemand gaan ondernemen. Ik denk dat in het kader van ondernemen en ease of doing business, dat we dit artikel nader bekijken. Ja, goed zo. De andere leden hebben dit ook aangehaald, bijvoorbeeld artikel 9, lid 2. De directeur, ik ga slechts een deel citeren. De directeur kan op basis van de specifieke omstandigheden van het geval bijzondere voorwaarden verbinden aan de vergunning of toestemming. Wat een machtige directeur. Dus wanneer de directeur wil, dan kan hij bijzondere voorwaarden, dus wanneer hij zegt dat het bijzonder is. En als een ander zegt, oké, dit is niet bijzonder. Dus ik vind dat er te veel willekeur is in de wet. Als we zeggen dat we dit gaan doen, dat er voor zo'n specifieke handeling voorwaarden zijn, laten we het opnoemen. En zoveel als mogelijk kan proberen te vermijden.
Artikel 10 lid 2. Bij het verlenen van een bemiddeling, als in artikel 5 bedoeld. Dan ga ik terug naar artikel 5. Als u even terug gaat, ik ga het even niet citeren hoor, het wordt te veel. Kan de vergunninghouder de werkzoekende registratiekosten in rekening brengen? Over welke bemiddeling heeft men het in artikel 5? Dus dat wil ik even weten, over welke bemiddeling men het heeft over artikel 5. Misschien heb ik het niet goed begrepen, dus graag even duidelijkheid. Artikel 3. De tarieven voor registratiekosten worden door de minister vastgesteld en op verzoek van de vergunninghouder of ambtshalve door hem gewezen. Wanneer kan een vergunninghouder een verzoek indienen om zijn registratiekosten te wijzigen, wil ik weten. En wat zijn die voorwaarden? Welke voorwaarden zijn er waarop een vergunninghouder zich kan beroepen om een verzoek in te dienen om zijn registratiekosten te wijzigen? Dan heb ik artikel 11. Is heel belangrijk. Een vergunning of toestemming wordt geweigerd. A. Indien het een aanvraag betreft waarvan de verzoeker de voor de uitoefening van deze bedrijvigheid benodigde betrouwbaarheid niet bezit, in het bijzonder tot de afdracht van loonbelasting, de voorschriften omtrent arbeidsbemiddeling en de plichten van het arbeidsbeschermings- en arbeidsrecht. Voorzitter, om niemand klein of onaangenaam te zijn, maar niet een ieder heeft kennis van arbeidsrecht. Mijn moeder, die thuis huisvrouw is, heeft er geen kennis van. Dus kan ze op een of andere dag opstaan en zeggen dat ze een arbeidsbemiddelingsbureau gaat openen? Ik wil weten van de minister wat de vereisten zijn om bemiddelaar te worden. Moet je jurist zijn? Moet je een bepaalde kennis hebben van arbeidsrecht? Moet je weten, of hoef je niet te weten, wat onze minimumuurloon is per 1 januari? Want je moet eventueel ook aan de mensen kunnen zeggen, toch? 50-50, de arbeidsvoorzieningen, die sociale wetten die we hebben aangenomen. Je moet AOV storten, wanneer je in dienst bent van iemand. Moet er AOV afgedragen worden, je moet belasting betalen, je dochterskaart kosten moeten voor je gedekt worden voor 50%. Dus al deze zaken zijn belangrijk. En als je er geen kennis en know-how van hebt, ga je het niet kunnen uitleggen aan mensen. Dus kan een ieder een bemiddelaar worden? Zo niet, wat zijn de vereisten om een bemiddelaar te worden? En dan... Artikel 12. Ik wil vragen of artikel 12 niet samengetrokken kan worden met artikel 11. Dat het dan gewoon een artikel 11 sub C wordt. Is een voorstel hoor. Omdat ik even niet kon vatten waarom het daar zo alleen staat. Ja, omdat het ook neerkomt op een weigeringsgrond. Bedoelt u dat? Artikel 12? Ja. Kom neer op een weigeringsgrond. Ja, het lijkt op een weigeringsgrond en ik zie daar toch weigerings- en intrekkingsgronden. En artikel 11 is ingedeeld in artikel 11. Sub A en B, dus ik wilde even vragen als het dan niet gelijk meegetrokken kan worden. Kan en dan... Zou wel een hele vernummering betekenen, maar... Artikel 13, als we kijken naar artikel 13 lid 1 sub D, dan staat er daar, indien de vergunninghouder of degene die toestemming heeft, handelt in strijd met de belangen van de werkzoekenden. Gaan de werkzoekenden weten voor welke belangen er specifiek behartigd moeten worden en welke niet? Want als ze dat niet weten... Dan kunnen ze bijvoorbeeld niet naar arbeid gaan en aangeven van zo'n bemiddelaar handelt in strijd met mijn belangen. Dus ik wil even weten als dat vooraf bekend gaat zijn.
Discriminatieverbod, artikel 17, lid 2. Ik ga het niet citeren, maar ik heb een algemene vraag voor dit ministerie, arbeid. Je ziet nog steeds dat er overal gediscrimineerd wordt. Als het gaat om mensen in dienst nemen, je hebt bepaalde bedrijven waarbij je een advertentie ziet in de krant. Ze willen specifiek zo'n bevolkingsgroep voor zulke werkzaamheden, zo'n bevolkingsgroep voor zulke werkzaamheden. Dit is wederom hierin aangehaald. Als we het nu niet kunnen voorkomen, gaan we wel in staat zijn om dit te controleren. Dus dat is gewoon mijn vraag naar arbeid, omdat we nu niets eraan doen. Dus ik wil weten of dit, na aanname van wet arbeidsbemiddelingswet, als we onze controle op dit gebied wel gaan aanscherpen. Dit hebben ze aangehaald. Oké, artikel 22. Dit artikel heeft meer betrekking op het bemiddelen voor werkzoekenden. Ik citeer dit artikel. Degene die arbeidsbemiddeling uitoefent, is niet toegestaan voor werkzoekenden te bemiddelen of werkzoekenden te recruteren als deze daarmee blootgesteld zouden kunnen worden aan onacceptabele gevaren, risico's, misbruik of discriminatoire behandeling. Of indien deze bemiddeling zou kunnen leiden tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst tegen arbeidsvoorwaarden die ongunstiger zijn dan overeengekomen in een collectieve arbeidsovereenkomst waarvan de betrokken werkgevers en werkzoekenden zijn gebonden. Er is eerder aangegeven dat de bemiddelaar bemiddelt en daarna heeft hij dan niets meer te maken met zo'n werkzoekende. Toch? Maar dan wil ik even, ik heb dit artikel geciteerd omdat ik net heb aangegeven, mag een ieder bemiddelaar worden? Want als je geen kennis en know-how hebt, ga je deze zaken niet kunnen niet opmerken. Je gaat ze niet herkennen. En als we kijken naar artikel, even terug gaan. Momenten. Artikel 11. En heb je weer artikel 24. Dus artikel 11, artikel 22 en artikel 24. Deze geeft aan, degene die arbeidsbemiddeling uitoefent, draagt geenerlei verantwoordelijkheid met betrekking tot de gevolgen van zijn bemiddeling. De voorzitter van de commissie die had al reeds aangegeven dat we moeten kijken naar de memorie van toelichting. Maar dan nog vraag ik dat we de artikelen even in lijn moeten brengen met elkaar. Als we zeggen dat de arbeidsbemiddelaar nog moet gaan kijken welke arbeidsvoorwaarden zo'n een werkzoekende krijgt, waar die gaat werken, wat de arbeidsomstandigheden zijn. Als we zeggen dat de bemiddelaar moet bemoeien, dan laten we het dan hier vastleggen dat de bemiddelaar moet bemoeien. Maar laten we niet in een bepaald artikel opnemen dat de bemiddelaar moet bemiddelen en daarna moet werkzoekende en werkgever verder afhandelen. Maar dan stellen we de bemiddelaar weer aansprakelijk voor bepaalde zaken. Dus ik denk dat de bemiddelaar dan verder moet gaan dan alleen bemiddelen, dan alleen de werkzoekende en de werkgever in contact brengen met elkaar. Dus als het niet daarbij stopt, laten we het goed verwoorden in die artikelen en laat het duidelijk zijn. Want straks bemiddelt A voor B. B komt ergens wordt ergens aangesteld te werken. En naderhand blijkt dat
die minder wordt betaald dan ons minimumuurloon per maand, de persoon geen sociale voorzieningen heeft en dan kan hij. De wet zegt dat de bemiddelaar klaar is. Maar weer een ander artikel zegt dat die bemiddelaar niet moet bemiddelen als de arbeidsomstandigheden niet gunstig zijn. Dus ik vraag, als ik het niet goed heb begrepen, dan vraag ik nader uitleg. Maar indien het zo is, laten we dan werken naar een eenduidigheid in de wet. En artikel 23, lid 2, ik citeer, de werkgever verstrekt aan degene die heeft bemiddeld binnen 2 werkdagen na aanvang van de dienstbetrekking een schriftelijk en door beide partijen ondertekende overeenkomst inhouden tenminste de persoonlijke gegevens en de relevante arbeidsvoorwaarden. Dus de bemiddeling zou stoppen wanneer de werkgever in beeld is gekomen, maar nu... Ik heb ook de memorie van toelichting gelezen, maar daarom vraag ik, laten we concreet in de wet vaststellen tot waar de bemiddelaar zich mag bemoeien. En dan heb ik artikel 25, bevordering samenwerking. Lid 1, de directeur kan bij de verlening van een vergunning voorwaarden formuleren ter bevordering van de samenwerking tussen de openbare arbeidsbemiddeling en de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling. Nadere regels omtrent het bepaalde in het vorige lid kunnen bij staatsbesluit worden vastgesteld. Voorzitter, openbare arbeidsbemiddeling, zoals hier is aangegeven, is de arbeidsbemiddeling van staatswegen. Voorzitter, ik vind niet dat openbare arbeidsbemiddeling samen moet gaan werken met particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling. Ik ben er geen voorstander van. Als particulier ga je niet recruteren, je administratieve kosten... Ga innen en dan kom je daarna naar openbare arbeidsbemiddeling. Dan kom je daar je bestand deponeren, want je wilt niet gaan kijken of Kirpalani nog mensen nodig heeft. Je wilt makkelijk werk hebben. Dan kom je naar naar de openbare arbeidsbemiddeling om daar je mensen te deponeren. Ik vind niet dat er een samenwerking moet zijn. Als de overheid mensen nodig heeft, dan laat openbare arbeidsbemiddeling vacature plaatsen. We hebben 10 mensen nodig met een IMEO-diploma. Laat het daar zijn. Laat die particulieren hun dingen doen. Anders, als we zeggen dat we niet meer gaan bemiddelen voor mensen, dan laten we het sluiten. Dan maken we die ambtenaren die daar zo zijn tot andere ambtenaren. Maar laten we alsjeblieft openbare arbeidsbemiddeling laten zoals het is. Ze kunnen al die mensen die daar zo zijn niet helpen aan een baan. Dan wat voor link willen we eigenlijk? Als we tenzij we zeggen dat de mensen die zich komen inschrijven daar zo bij de openbare arbeidsbemiddeling... Gebruikt kunnen worden door de particuliere arbeidsbemiddeling om ingezet te worden voor een baan, akkoord. No problem. Maar ik denk niet, ik vind niet, ik ben geen voorstander van dat de particuliere arbeidsbemiddelaars mensen moeten brengen voor onze openbare arbeidsbemiddeling. Omgekeerd kan, mag. Ik wil wat duidelijkheid. Dank u wel, voorzitter. Bedankt. Bedankt, lid Avonsoa. U mag nog niet weggaan. U mag nog niet weg. Lid Avonsoa. Zeker voor het laatste punt zullen we aandacht vragen. Maar niet iedereen is daar eens. En ik zie de voorzitter van de commissie... bijna staat hij te popelen om daarop te reageren. Op iets anders, voorzitter. Op iets anders. Zou ik ingaan op het laatste punt. Ik denk dat, laat me stellen dat de NDP geen fout heeft gemaakt.
om deze jonge dame de gelegenheid te geven om op dit niveau te functioneren, voorzitter. Ik ga naar artikel 3, waarbij het lid problemen heeft en ik vraag er om mij te helpen. De kwestie van wat ik noem de extra kosten. Zij vindt dat er een speciale afdeling daarvoor is bestemd en dus de ambtenaren reeds betaald worden. Wat voor extra kosten? En de opmerking is dan, we betalen toch voor een uittreksel van CBB. We betalen voor een paspoort van CBB. Er zijn ambtenaren die worden betaald om die dingen te maken. Dus ik vraag haar dat ze verder haar licht daarover laat schijnen. En dan artikel 8, lid 2, waarbij ze aangeeft dat er zoveel hordes zijn voor die ondernemer. En ze roept de regering op, als u geen vergunning wenst te geven, geeft het niet. Maar artikel 8 lid 2 is duidelijk. Daar wordt aangegeven dat binnen 14 dagen er een besluit moet komen. En de rest van dat artikel heeft juist te maken met de bescherming, de rechtsbescherming van die ondernemer. Die regering moet binnen 14 dagen, binnen 2 weken, uitsluitsel geven. Als dat niet gebeurt, dan heeft natuurlijk de ondernemer de gelegenheid om verder te gaan. En we kennen die zaken in de praktijk waarbij mensen niet weten waaraan ze toe zijn. De L-decreten bijvoorbeeld, voorzitter. Adviezen moeten worden opgevraagd als je een grond aanvraagt bij de DC en bij grondinspectie. Maar er staat niet in de wet aangegeven hoeveel tijd grondinspectie of DC nodig. En mensen wachten 50 jaar, bij wijze van spreken. Mag dit Bisikabadoor nog afronden? Ja. Ja, en dit artikel is juist bedoeld om de ondernemer niet in onzekerheid te laten. Om verder te gaan, zodat er uiteindelijk een besluit komt. Dus gaarne aan de spreker wat het bezwaar is met die rechtsbescherming voor de ondernemer. Ja, dan hebben we dat gehoord. Dan ga ik terug naar de spreker, lid Afonso. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de voorzitter van de commissie bedanken. Ik begin bij artikel 3. We maken extra kosten daadwerkelijk voor uitreksels, paspoorten en zo. Wel, als arbeidsbemiddeling een uitreksel van mij wilt hebben, laten ze me opbellen. Ik ga het halen, ik maak het, ik breng het voor ze. Specifieke kosten zoals, dus daarom heb ik ook gevraagd, welke kosten worden in rekening gebracht? Niet dat ambtenaar A zegt, je moet betalen voor transport. Ambtenaar B zegt, je moet kopiëren, want ik vind niet dat we voor kopiekosten daar moeten gaan betalen. Voor transportkosten daar, want daarvoor is de bode in dienst. Als ze dat niet kunnen doen, roep die mensen op, kom je stuk halen, breng het naar zo. Heb je een uittreksel nodig van mij, bel me op. Ik ga mijn uittreksel halen en ik breng het. Dus ik wil daarom vragen wat die kosten zijn en wat de kosten eigenlijk zijn. Dus vandaar mijn duidelijkheid. En ik blijf erbij. Ik ben niet van oordeel dat we voor elk kleine ding daar dat we doen onkosten in rekening moeten brengen voor die mensen. En dan ga ik naar artikel 8. Voorzitter, u heeft gelijk. Als u zegt van in die decreten, het staat niet duidelijk gegeven. Maar daarom, nu wij in de gelegenheid worden gesteld om wetgeving te kunnen veranderen, dan ben ik dan nog van mening dat we mensen niet zoveel loperij hoeven te geven. Na 14 dagen, als er geen besluit is genomen, dan kan je dan weer beroepen. En daarna weer beroepen. En daarna weer beroepen. Het gaat bij mij om het 10 maal beroepen. Als na 14 dagen, als er een te hoge druk gaat zijn op de directeur. Als er een te hoge druk gaat zijn op de directeur, laten we dat nader bekijken. Maar ik blijf erbij, 14 dagen, 28 dagen, maar ga niet naar zolang dat de persoon helemaal bij kantonrechter moet gaan om een vergunning die de persoon wilt aanvragen. Zeg de persoon na 28 dagen, je krijgt het of je krijgt het niet. Ga dit doen, ga dat doen, of dit of dat. Maar ik blijf erbij, ik denk niet dat we helemaal naar de kantonrechter moeten gaan. Laat er een sanctie komen na plichtverzuim. Dank u wel. Dank u wel. Lid van de commissie, lid Afonso. Met de bijdrage van lid Afonso
gaan we naar de volgende spreker, dat is het lid Kartabink, Indri Kantabink. Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant wens ik een ieder een goede middag. Ook de kijkers thuis. Meneer de voorzitter, als lid van de commissie van rapporteurs zal ik ook mijn bijdrage leveren aan deze openbare commissievergadering, houdende bepalingen met betrekking tot de arbeidsbemiddeling, Arbeidsbemiddelingswet 2017. Dit wetsontwerp, de Arbeidsbemiddelingswet 2017, is een moderne versie van de Arbeidsbemiddelingswet van 1964 volgens de memorie van toelichting. De memorie van toelichting geeft verder aan, met deze nieuwe versie wordt de wettelijke basis van arbeidsbemiddeling fundamenteel hervormd met de nadruk op meer gecontroleerde vrijheid voor arbeidsbemiddelende organisaties, gedragscodes voor bemiddelaars en werkgevers en zeker de bescherming bieden aan de werkzoekenden. De arbeidsbemiddeling beoogt vraag en aanbod van de arbeidskrachten met elkaar in contact te brengen. De arbeidsbemiddeling heeft als doel om werkloosheid die het gevolg is van onbekendheid met van opengevallen plaatsen, dus vacatures, tot een minimum terug te brengen. Dit wetsontwerp, de Arbeidsbemiddelingswet 2017, regelt de praktijk van het bemiddelen. Dus dat de bemiddelaar een werkgever zoekt voor een werkzoekende of het zoeken van een werkzoekende voor een werkgever. De bemiddelaar brengt deze twee bij elkaar, dus de werkzoekende en de werkgever, waarbij deze een arbeidsovereenkomst met elkaar kunnen sluiten. De bemiddelaar heeft geen bemoeienis met de overeenkomst van de werkzoekende en de werkgever. Dus hij komt niet meer in beeld wanneer het al beklonken is met de werkgever en de werkzoekende. De bemiddelaar heeft als taak het inventariseren van vacatures met vereiste kwalificaties. Het registreren van werkzoekenden met hun kenmerken, dus de diploma's. Het onderhouden van contacten met werkgevers. Op zoek gaan naar de juiste werkgever voor een gepaste werkzoekende waar die bemiddeling vooruit vloeit. Daarnaast moet hij ook zo innovatief zijn om de geregistreerde werkzoekenden te blijven motiveren en de juiste begeleiding te geven. Waarom is arbeidsbemiddeling dan vergunningplichtig? In het kader van ILO Conventie nummer 81 en aanbeveling van nummer 188 wordt met dit wetsontwerp beoogd de ruimte te creëren dat de particuliere arbeidsbemiddeling toegestaan is, maar wel vergunningplichtig is, waarbij de wettelijke staatstaken beter tot uiting komt met betrekking tot toezicht op de naleving van arbeidswetgeving, toezicht op ethische gedragscode van private als openbare arbeidsbemiddeling van staatswegen om gelijke behandeling te bevorderen en ongelijke belasting van privéorganisaties te voorkomen. Toezicht op werkgelegenheid die te rechtvaardigen, met andere woorden, controle op het doen en laten op de particuliere arbeidsbemiddeling met winstoogmerk of zonder winstoogmerk of zonder vergoeding, met als doel die bescherming te bieden aan de werkzoekende. Na gedelibereerd te hebben, zijn er toch nog onduidelijkheden bij enkele artikelen in de en ook in de memorie van toelichting. De voorzitter en de leden voor mij hebben tal van punten opgenoemd en ik sta volkomen erachter dat er verscherping moet komen in enkele artikelen. Nadat ik ook
het amendement heb doorgenomen, heb ik enkele aanvullingen, verduidelijking of vragen die ik wil stellen, meneer de voorzitter. 1. In de memorie van toelichting van artikel 20, in alinea 3, zin 3, de machtiging wordt verondersteld te zijn verleend. Nog een keer. De machtiging wordt verondersteld te zijn verleend. Deze zin stoort mij, meneer de voorzitter. Het burgerwetboek geeft aan in artikel 1613 g dat een minderjarige een machtiging van zijn wettelijke vertegenwoordiger dient te hebben bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Er is geen uitzondering hierop. Mijn vraag is, waarom is dit woord gebruikt verondersteld te zijn verondersteld, of de woorden verondersteld te zijn verleend? De werkgever dat een machtiging verleend is, terwijl die wel schriftelijk of mondeling aanwezig dient te zijn voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Waarom is dit meegenomen? Kunnen wij dit verondersteld te zijn verleend weglaten? Want het moet er zijn. 2. Waarom is bij artikel 27 lid 1 6 maanden geschrapt en vervangen met 1 maand? Voorzitter, wij moeten het niet toestaan dat bemiddelaars snel vrijkomen van het niet nakomen van de verplichtingen en voorwaarden die opgenomen zijn in een vergunning. Elk een van ons heeft maar 1 keer te leven op aarde. En niemand moeten wij toestaan het leven van ons duurder te maken, omdat hij bokke geld met van iemands leven of lijf maakt. Het is duidelijk opgenomen in artikel 22 wat hij niet mag doen. En ik wil artikel 22 dat vandaag door verschillende leden al opgelezen is. Ik citeer. Degene die arbeidsbemiddeling uitoefent, is niet toegestaan voor werkzoekenden te bemiddelen of werkzoekenden te recruteren als deze daarmee blootgesteld zouden kunnen worden aan onacceptabele gevaren, risico's, misbruik of discriminatoire behandeling, of indien deze bemiddeling zou kunnen leiden tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst tegen arbeidsvoorwaarden die ongunstiger zijn dan overeengekomen in een collectieve arbeidsovereenkomst waaraan de betrokken werkgevers en werkzoekenden zouden zijn gebonden. Meneer de voorzitter, als hij dit toch doet, want dit is een van de artikelen, als hij het toch doet, bij de eerste keer krijgt hij een geldboete. Maar die werkzoekende is voor zijn of haar hele leven getraumatiseerd als hij in een onacceptabele gevaren loopt of risico moet lopen. Meneer de voorzitter, ik wil daarnaast ook een verduidelijking van artikel 27 lid 2. Lid 2, ik citeer. Indien tijdens het plegen van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid, nog geen 2 jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een overtreding als bedoeld in het eerste onherroepelijk is geworden, kan slechts de straf van hechtenis worden opgelegd. Meneer de voorzitter, waarom is specifiek een termijn
van 2 jaren opgenomen. Moet ik hieruit verstaan dat bij de eerste overtreding een geldboete van de 4e categorie betaald wordt, 50.000 SRD? Dus pas bij de volgende overtreding die gepleegd is binnen 2 jaren, na een vroegere veroordeling, en deze veroordeling een onherroepelijke is, kan pas een hechtenis van 1 maand worden opgelegd? Waarom is het woord onherroepelijk meegenomen in dit artikel? Wat ik begrijp uit onherroepelijk is, wanneer een verdachte die een overtreding gepleegd heeft, pas bij hoger beroep is veroordeeld. Dus wanneer de overtreder niet in hoger beroep veroordeeld is, betaalt hij bij elke veroordeelde overtreding nog steeds een geldboete van 4e categorie, 50.000. En ook bij elke overtreding na 2 jaren krijgt die overtreder een geldboete van 50.000. Wanneer komt dan die hechtenis? Pas wanneer het een onherroepelijke veroordeling was. Dus ik wil vragen bij deze, als dit artikel, dit lid van dit artikel, te schrappen. Let wel, we moeten geen uitzonderingen maken bij een overtreding. Een overtreding is en blijft een overtreding. Vooral als wij te maken hebben met mensen, hun toekomst. Een werkzoekende heeft het volste vertrouwen in de bemiddelaar van wie hij afhankelijk is voor werk. Een bemiddelaar is werkzoekenden en werkgevers dienstbaar. Misleid de werkzoekenden niet. Dus maak die fout niet wat opgenomen staat in artikel 22. Dus ik doe een voorstel om lid 1 ook niet te wijzigen. Precies zo te laten zonder correctie. Bij elke overtreding hechtenis van ten hoogste 6 maanden. Want u weet, ten hoogste 6 maanden wil niet zeggen dat hij 6 maanden krijgt. Hij mag tot en met 6 maanden gevangenisstraf krijgen. Of een geldboete van 4e categorie. Een bemiddelaar moet zijn taken serieus nemen, meneer de voorzitter. En niet zollen met mensen hun leven. En als het kan, wil ik lid 2 van artikel 27, dat die weggelaten wordt. Want we kunnen geen uitzonderingen maken met onherroepelijke veroordeling. Dan pas gaat hij de gevangenis in. Tot slot, meneer de voorzitter. Artikel 17. Artikel 17, lid 1, ik citeer. De dienst der arbeidsbemiddeling en de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, genoemd in artikel 4 sub b, stellen hun bemiddeling in het algemeen voor iedere werkgever en iedere werkzoekende beschikbaar. En wil ik dan een aanvulling doen bij de memorie van toelichting, als u die ook voor u neemt, artikel 17, lid 1. Ik citeer uit de memorie van toelichting, artikel 17, lid 1. Artikel 17, lid 1 wordt niet verwezen naar artikel 4, lid C, omdat de activiteiten van deze type bemiddeling linksbureau voornamelijk ingegeven zijn door een zekere ideologische achtergrond en affiniteit met bepaalde doelgroepen die moeilijker hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt en wier arbeidsparticipatie relatief achterloopt. We denken dan aan vrouwen, jongeren, ex-werknemers uit een illegale of gesloten sector, werkzoekenden uit het platteland en werkzoekenden met een mindere scholing of een strafrechtelijke verleden. Meneer de voorzitter, ik wil hier een aanvulling doen.
Mijn aanvulling is de groep LGBTI en de mensen met een beperking ook op te nemen bij de opsomming van vrouwen, jongeren, ex-werknemers en dergelijke. Deze groepen, dus de groep LGBTI en mensen met een beperking, deze ondervinden de discriminatie ook op alle gebieden, meneer de voorzitter. Ze zijn burgers van ons land, worden ook Surinamers genoemd. Ze worden ook Surinamers genoemd. Zij betalen ook, als ze werken, belasting. Zij verdienen ook die gelijke rechten, die gelijke kansen als elke Surinaamse burger. Gelijke kansen voor elk een. DNA heeft ook enkele van deze groepen in dienst. Dus ik vraag bij deze of die aanvulling ook gedaan kan worden. Meneer de voorzitter, ik denk dat ik tot hier mijn bijdrage lever voor de eerste ronde. Goed, wij danken u daarvoor. Voor de vraag gesteld, de aanzien van de verschillende openstaande vraagpunten en ook de voorstellen gedaan en zeker ook de voorstellen welke u tot slot van uw betoog aan de minister hebt geboden. Het lid Glenn Sapoen is op mijn lijst de volgende spreker, dus hij knikt instemmend dat hij behoefte heeft. Mag lid Glenn Sapoen het woord vanuit de spreekgestoel? They would say last but not least. Dank u wel, voorzitter. Zoals er is besproken door de voorgaande sprekers, is thans de wet arbeidsbemiddeling in behandeling. Arbeidsbemiddeling beoogt vraag en aanbod van arbeidskrachten met elkaar in contact te brengen. Arbeidsbemiddeling heeft de bedoeling om werkloosheid, die het gevolg is van onbekendheid met vacatures, dus open arbeidsplaatsen, tot een minimum terug te brengen. Van nature is de mens ingesteld om arbeid te verrichten, waardoor zij hun behoeftes kunnen voorzien. Het factor arbeid is onlosmakelijk verbonden aan de mens en ook omgekeerd. Er dient een aantal fasen te worden doorlopen om daadwerkelijk arbeid te gaan verrichten, al dan niet voor een derde. De eerste stap die genomen wordt, is de stap tot het zoeken van toepasselijk werk voor het individu. Bij het zoeken treffen we meestal weerstanden van de omgeving en mensen aan, waardoor het soms moeilijker wordt voor zowel de werkzoekende als ook de werkgevers. Voorzitter, ik denk dat elk een van ons eens of nog recent als bemiddelaar heeft opgetreden zonder daaraan stil te hebben blijven staan, hebben gestaan. Menige mensen doen het vrijblijvend en verwachten niet eens een bedankje. Maar er zijn ook tussenpersonen die gretig gebruik maken van de gelegenheid om snel wat bij te verdienen door het diensten te bewijzen aan zowel werkzoekenden als werkgevers, zonder duidelijke regelgeving. Om onder andere deze situatie te voorkomen en te bestrijden, zal de ABW, dus de Arbeidsbemiddelingswet, hierin voorzien. Om dit traject te versoepelen en ter bevordering van de werkgelegenheid zijn er een aantal arbeidswetten ter behandeling geweest in de afgelopen maanden. De arbeidsbemiddelingswet behoort in deze ook in het rijtje van 6. Deze wet vertoont heel wat gelijkenissen met de wet uitzendbureaus, welke reeds was goedgekeurd, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Ter verbetering van de oude arbeidsbemiddelingswet van 1964-65 zal ik ingaan op bepaalde artikelen in het vernieuwde conceptwet. Voorzitter, iedereen praat over hoge werkloosheidscijfers en dat er heel weinig of geen banen worden gecreëerd. Kan de minister duidelijk aangeven
wat de recente cijfers laten zien met betrekking tot de werkloosheid. En laat me artikelsgewijs doorgaan. Artikel 1, een kleine opmerking, voorzitter. Bij de begripsbepalingen zou ik voorstellen om eerst te starten met de minister en daarna conform alfabetische volgorde. Artikel 5, lid 2, particuliere arbeidsbemiddeling. De directeur kan voorwaarden verbinden aan de vergunning. Wanneer kan de directeur algemene voorwaarden verbinden en wat zijn de algemene voorwaarden? Zou de algemene voorwaarden niet in de wet kunnen worden opgenomen en dan bij staatsbesluit veranderingen aanbrengen indien noodzakelijk? En ook artikel 5 lid 4. De vergunning wordt telkens voor ten hoogste 5 jaar verleend. Bij het huidig vergunningbeleid van het ministerie van HI wordt er vergunning afgegeven voor een periode van 3 jaar. De vraag is, waarom is er hier gekozen voor een periode van ten hoogste 5 jaar? Ik zou voorstellen om eigenlijk uniformiteit ook in deze te leggen. Als we besluiten om naar 5 jaar te gaan, dan gaan we naar 5 jaar voor alle ministeries. Verder, artikel 6, lid 2. Hier gaat het om toestemming. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Hetzelfde als voorheen. Wanneer kan de directeur algemene voorwaarden verbinden? En wat zijn weer de algemene voorwaarden? Dat is wel een beetje onduidelijk. Hier gaat het ook over buitenlandse werknemers, voorzitter. Dus in de praktijk blijkt dat sommige categorie buitenlandse werkers extra gevoelig zijn voor uitbuiting. Dus een voorbeeld is dat overeengekomen zaken worden niet nagekomen. En ze worden ergens ver weg te werk gesteld, dat er geen contact is met de bewoonde wereld. Dus dat betekent ook dat de klachten uitblijven. Wat of hoe wordt er vanuit het ministerie gekeken naar deze gastarbeiders? Misschien zou er bezoeken kunnen worden afgelegd door de arbeidsinspectie. Om deze gasten te beschermen aan de ene kant. Artikel 6 lid 4. Aan de toestemming wordt gelet op het verzoek een termijn verbonden. Dus in het kader van openbaarheid van bestuur gaan een duidelijke termijn aangeven in dagen of weken. En welk termijn zou hier van toepassing zijn? En zou het niet beter zijn tot zijn recht komen om een maximum termijn te verbinden? Als ik verder kijk naar artikel 9, lid 3, oké, dat was reeds beantwoord. Verder kijk ik naar artikel 10, lid 2. Bij het verlenen van een vergunning, als in artikel 5 bedoeld, kan de vergunninghouder de werkzoekende registratiekosten in rekening brengen? Kan er geen vaste registratiekosten worden gehanteerd? En dit ter voorkoming dat sommige vergunninghouders misbruik van de situatie kunnen maken. En verder lid 3, zelfde artikel. De tarieven voor registratiekosten worden door de minister vastgesteld en op verzoek van de vergunninghouder of ambtshalve door hem gewijzigd. Wat zijn de tarieven? En zou dat niet in de wet moeten staan en dan wijzigingen middels beschikkingen of staatsbesluiten teweeg brengen? En wat zouden de overwegingen kunnen zijn om de tarieven te verhogen of
te verlagen. Verder artikel 18, lid 4. Degene die gebruik maakt van een vergunning of toestemming is verplicht jaarlijks een rapport aan de directeur te presenteren, inhoudende een actueel bestand van ingeschreven werkzoekenden en geplaatste werkzoekenden, met inachtneming van artikel 6, lid 6 van dit artikel. Terwijl lid 3 van ditzelfde artikel aangeeft dat de dienst der arbeidsbemiddeling tenminste eens per kalenderkwartaal statistieken samenstelt voor landelijke publicatie. Minister, zou het niet effectiever zijn wanneer de jaarlijkse rapportageplicht van de vergunning gebruikers teruggebracht wordt op kwartaalbasis, dus gelijk aan die van de dienst der arbeidsbemiddeling? Vanwege de streamlining en de actuele informatie dat gelijk vanuit het veld komt, waardoor de rapportage eigenlijk voor de landelijke publicatie altijd op toedeel zal zijn. En als laatste, voorzitter, artikel 27, strafbepaling. Degene die niet voldoet, et cetera, et cetera. Ik zou voorstellen om artikel 26 ook toe te voegen aan artikel 27 lid 1 als een strafbepaling. Dus indien men zich niet houdt aan artikel 26, moet er ook sancties zijn voor de overtreder. Dank u wel, voorzitter. Goed, bedankt voor uw bijdrage, lid Sapoen, lid Glenn Sapoen. Daarmee constateer ik dat wij dan de laatste spreker hebben gehad in deze eerste ronde voor wat betreft de commissie van rapporteurs. Wat ons zo meteen brengt om die ronde af te sluiten. Ik sluit dus de ronde van de commissie van rapporteurs af en stel aan de orde de eerste ronde voor de regering, de minister van ATM, waarbij ik natuurlijk samenvattend, voordat u aan het woord komt, althans wij dan een afspraak maken over de beantwoording, toch wel moet constateren dat wij in de eerste ronde, minister, zichtbaar en hoorbaar de verschillende vraagpunten van de leden hebben gehoord. Er is een amendement ingediend waarbij de hele commissie in feite achter heeft gestaan. Desondanks zijn er met die aanpassing toch wat vraagpunten over, waar met nadruk toch wel met meer specifieke zin aandacht wordt gevraagd voor het voorstel gedaan om te kijken naar de vergunningsplicht en de eventuele afstemming daarvan met de wet vergunningen, bedrijven en beroepen. Er is ook gevraagd te kijken naar de aansprakelijkheid van de bureaus, dan wel de arbeidsbemiddelingsbureaus, waarvan de meeste leden vinden dat dat niet onvoorwaardelijk zou kunnen of moeten zijn. Ik verwijs naar artikel 24, welke aan de orde is gesteld om die dan eventueel ook in afstemming te brengen met artikel 20. Er is gevraagd om te kijken naar willekeur, dat daar zo min mogelijk ruimte voor bestaat door het vaststellen van voorwaarden en standaarden. Het kan nu, het kan ook met staatsbesluit. Het lid Matura had het over beroep en bezwaar, om ook daar naar te kijken. Het lid Avonswaard had het over de termijnen daarbij. En tot slot hebben we nog